Marin Greirijk, 32, hoofdtrainer van Anderlecht Futures. Had je ruwweg een jaar geleden verwacht om de RCA Futures te trainen? Nee. Als je het huidige seizoen een cijfer op 10 moet geven, welke score zou je dan toekennen? Het seizoen is nu niet over, dus op dit moment 7,5. Welke spelers zie jij momenteel het snelste de overstap maken naar de eerste ploeg? Nunzio en Wanda. Heb je wekelijks meetings met Brian Riemer over spelers, tactiek enzovoort? Ja. Word je betrokken bij het afhandelen van transfers van jeugdspelers? Nee. Wij zijn supporters van Anderlecht. Van welke club ben jij supporter? Ik ben geen supporter meer van een club. Droom je er nog steeds van om ooit een club te trainen in de Champions League? Ja. In het Café Chantant, Café Chantant. Daar krijgt u bij uw wijntje een treintje en een refreintje. In het Café Chantant, Café Chantant. Daar heeft u voor een prik den hele avond schik. Woensdag 20 maart, een nieuwe Café Constant op Neerpede met Kenny Tim en Marink Redijk. Enchanté, jongens. Hey, hallo. Hoi Marink, merci om ons te ontvangen. Je zei net, ik ben geen supporter meer van een club. Nee, als je in het voetballen werkt, dan ben je heel veel betrokken in het voetbal. Heel erg, elke dag draait om voetbal. En dan vind ik het eigenlijk wel prettig om het helemaal los te laten. Dus in mijn vrije tijd kijk ik ook heel weinig voetbal meer. Wat dus ook maakt dat je eigenlijk niet meer support. Is dat om je vriendin ook tevreden te houden? Dat je... Onder andere, ja. Die heeft helemaal niks met voetbal. Maar, maar nee, dat is niet de hoofdreden. Het is ook om het hoofd leeg te maken en weer frisse ideeën te krijgen. Snap het. Ik ontdekte op transfermarkt.be dat jouw volledige naam Hendrikus Marinus is. Ja, dat is een ding van mijn ouders. Ja. Dat, ja, als mensen kwaad zijn op jou, gebruiken ze dan jouw volledige naam? Nee, gelukkig niet. Nee. Als dat zou moeten, dan zou ik het niet meer serieus kunnen nemen. Ik vind het wel een goede naam. Dapper. Ja. Hoe heb je graag als jou aanspreken? Gewoon Marink, vermoed ik. Oké. Even aanstippen, boys. Het valt wel op. We zitten niet in onze eigen studio. Nee, ja, heb je goed gezien, Dries. Niels gaat heel weinig als moderator. Hè? Dat is echt wel een job. Ja, het was wel een opdracht om door de poort te geraken voor sommigen. Maar bon, ik ben blij dat we binnen zijn geraakt. En, ja. Valt wel mee nu. Hè? Ja, ik denk dat we Matthias ook even mogen bedanken. Dus bij deze. Ja. Thanks. Prettige vakantie, zeker. Geniet ervan, ja. Mark, ik heb het gevoel, jij komt niet super vaak in de media. Is dat omdat je door de Belgische pers niet snel gevraagd wordt? Of is dat iets wat je denkt, ik zit daar zelf ook niet echt op te wachten? Nee, ik ben altijd wel open om bepaalde dingen te doen. Maar ik vind ook dat ik in een rol zit waarin dat enigszins beperkt moet zijn. Om reden dat je bent in dienst van de club en in dienst van het eerste. Dus moet niet over mij gaan. Het moet over de club gaan. Het moet over de spelers gaan die wij trainen. En als het een keer is dat mensen me vragen, sta ik er absoluut voor open. Maar niet dat ik er om zit te springen. We spraken een maand of twee terug met ongeveer jouw voorganger, Robin Veldman. Mm-hmm. Sinds gisteren weten wij dat hij bij de jeugd van club aan de slag gaat. Jij reageerde daar in de WhatsApp-groep een beetje verbaasd op, Tim. Ja, ik dacht niet dat iemand van ons dat zou gaan komen. Hè? ik wou dat er een opening was bij Anderlecht, maar dit is toch een heel vreemde wending. Ik vind dat heel mooi dat Robin zich in zijn vrije tijd gaat bezighouden met het omkaderen van sociaal moeilijkere omstandigheden, dus dat is heel knap dat hij daarvoor gekozen heeft. Hij heeft er een sociaal project van gemaakt, dus maar ik wens hem veel succes. Zeker vast. Ja, je kende hem niet echt, zei je net voor de uitzending. Je hebt hem wel eens gesproken, maar niet echt bij jullie. Ja, ik heb de podcast geluisterd aan de voorkant voordat jullie hier kwamen met Robin. En toen vermeldde hij ook. Ik heb hem een keer in het toernooi in Sunderland heb ik hem ontmoet, een Premier League Cup toernooi. Kort gesproken toen. En in deze winter was hij over. En heeft hij een training bij ons gekeken. En heb ik voor en na de training met hem gesproken over van allerlei dingen. Dus een hele aardige man. Ja, de laatste speeldag van de competitie is trouwens thuis tegen Club Next. Dus dan ga je hem sowieso opnieuw zien. Heb je nu ergens schrik dat hij gaat proberen om jeugdspelers van jou te verleiden met naar Brugge te komen? Nee, dat denk ik niet. Eerlijk. Ja. Heel ontspannen. Waarom zou je ook? You never know. Die jeugdploeg trouwens staat net boven de Futures. De jeugd van Genk trouwens ook. Is dat ergens een beetje een mini-competitie in die competitie voor jou om de beste jeugdploeg te zijn? Voor mij niet persoonlijk. Ik vind dat het belangrijker is dat je uiteindelijk een aantal jongens aflevert bij het eerste. En dat wij als team zo hoog mogelijk eindigen. Dat heb ik vanaf minuut 1 gezegd. En als het even kan nog met
mooi voetbal bij momenten. Maar uiteraard, als het kan, dan moeten we er ook voor gaan. We hebben met de groep ook afgesproken, oké, de laatste 5 wedstrijden. Dus voor Lommel hadden we dat. Wat is hetgeen wat we willen halen? En de ambitie was om alle 5 te winnen. Dat is niet gelukt al. Maar het doel is om 3 van die 5 wedstrijden te winnen. En ik vind dat een goed streven. Het is een behoorlijke goal. Behoorlijk doel. Is dat jouw persoonlijk doel of is dat iets wat binnen de groep gezegd van de groep? Nee. Dus het is gewoon van jongens, luister, 5 wedstrijden. Zeg het maar, wat willen jullie? En dan noemen ze dat op. En dan is het ook, oké, maar wat is daar dan voor nodig? Dat zeggen de spelers zelf, hè? Ja. Oké, ja, tof. En daar hebben we dan ook een lijst voor opgemaakt van wat is daar dan voor nodig? En hoe brengen we dan elke dag tot uiting? Oké. En ja, dan zijn ze daar, zoals het in het Engels zo mooi heet, accountable voor. Dus ik help me even met de vertaling, maar... Verantwoordelijk. En dan moeten ze ook, hebben ze geen escape meer. Oké. Het ging net over Veldman. Je bent uiteraard ook een Nederlander. In de tijd, zeker toen wij jong waren, we zijn midden dertigers ongeveer, keken die Nederlanders wel eens neer op dat Belgisch voetbal. Is dat vandaag nog steeds zo, stiekem? Ik voor mezelf sprekend niet. Als ik kijk naar deze competitie, is het een hele uitdagende competitie. Omdat het, wat je in Nederland vaak hebt, is dat het heel veel op elkaar lijkt. Wat ook zijn charme heeft en wat ook zijn kwaliteit heeft. Ik denk dat de Nederlandse competitie heel erg geënt is op technisch-tactische gedeelte in een bepaald segment van het voetbal. Ik denk dat het Belgische veel meer een mix is van verschillende dingen. Dus er zitten technische ploegen bij, zie Lommel. En ook de jong teams, vind ik. Maar dan kom je ook tegen clubs als Patro en Seren, die het meer van het fysieke spel hebben. En teams die ertussen zitten. Ik vind Beerschot ook heel interessant. Spelen in een bepaalde formatie die je hier ook maar eens in de league tegenkomt. Met bepaalde spelers die in mijn optiek een hoger niveau kunnen halen. Dus ja, de uitdaging voor een individu hier is en voor een team is veel groter. En ik denk dat je hier ook dus daardoor allrounder wordt opgeleid uiteindelijk. Oké. GBA speelt of Beerschot speelt in een soort 3-4-3, dacht ik. Ja. Is dat uitzonderlijk? Het is niet uitzonderlijk, maar het is de enige ploeg in deze competitie die dat doet. Okay. En ook de manier waarop ze dat doet, vind ik een interessante manier. Een hele uitdagende manier om ook tegen te spelen vanuit de formatie waarin wij spelen. Ja, trouwens, bedenk het maar even. Maar is dat nu toeval? Kuit, Nederlander bij Beerschot. Veldman nu bij club. Jij Nederlander bij Anderlecht. Leeft dat jeugdvoetbal iets meer in Nederland omdat je nu met die jeugdploegen ook in de tweede klasse van België zit? Of is dat eigenlijk gewoon toeval en moeten we daar verder niet te veel achter zoeken? Nee, ik denk dat je er niet te veel achter moet zoeken. Ik denk dat het een goede ontwikkeling is dat deze ploegen ook in deze competitie spelen. Dat zie je ook aan de momenten in de wedstrijd die wij gehad hebben, waar die jongens veel lering uit gaan trekken. Want misschien worden die momenten in de jeugd niet afgestraft, maar in deze competitie wel. Zeker. Ik dacht dat je bij de introvragen zei, ik had pakweg een jaar terug niet per se verwacht om trainer te zijn bij de Futures. Nee, ik zat goed op mijn plek bij Vitesse. Vitesse wilde met me door. Ik had toen Thomas Letsch wegging ook de mogelijkheid om met hem mee te gaan. Toen liet Vitesse dat niet toe, helaas. Waar ging je naartoe? Ik ging naar Bochum. Oké. Zit hij nog steeds. En toen het seizoen afgemaakt, goed onwijs naar mijn zin daar. En toen kwam dit langs en toen dacht ik wel van ja, ik was net begonnen op mijn pro-licentie in Engeland. Toen dacht ik wel bij mezelf van als ik een stap wil maken, ook voor mezelf, om het zelf verder te ontwikkelen, is dit wel een hele mooi podium om te kijken van als je op eigen benen staat, wat dat dan inhoudt. Yes. Ik ga nog even wat verder terug in de tijd. Ik zei daar juist op Transfermarkt, heb ik jouw volledige naam gevonden. Daar stond ook op dat je werkzaam was van 2010 tot 2014 onder, of als, ik quote, jeugdtrainer in Nederland, wat een heel vage term is. Ja. Ja, wat deed je toen precies? Ja, wat het is zeg maar de KNVB, dus de KBVB van Nederland. Zo is het toch hier? Ja. Goed. die had toen interregionale teams. En daar was ik dan hoofdtrainer van bij onder 13. Ook een moment onder 14. En dat deed je dan naast clubtraining. Ik deed toen in amateur, op amateurniveau trainen. Bij de jeugd. Maar bij de KNVB dan. Elke week kwamen de beste jongetjes die bij amateurclub speelden bij elkaar. Vanuit 3 provincies.
En die speelden dan tegen de profclubs. Dus okay. Dat is een beetje zoals wij vroeger de Brabantse selectie hadden. Dat was net onder het prof of nationale jeugdvoetbal. En dan werden ook uit de beste ploeg geselecteerd. Dat was ook inderdaad trainingen samen. En dan speelde die avontuurvriendschappelijk tegen eerste klassers. Ja, klopt. Hoe kwam je bij de KNVB terecht? Lang verhaal kort. ik had een oud trainer. Die kwam bij me kijken en die deed dat toen. En die zag mijn enthousiasme, waarschijnlijk. En die heeft me toen gevraagd om mee te gaan, om te kijken. En zodoende ben ik erin gerold. Was ik eerst assistent. En uiteindelijk werd ik gevraagd of ik dan zelf een team wilde doen. Dus zo is het een beetje gaan rollen. Oké, een beetje organisch gegroeid, als ik het juist begrijp. Ja, zo gaat het vaak in het voetbal. Ja, dat had ik inderdaad al begrepen. Van 14 tot 15 ging je aan de slag bij... Al dan niet toen de tijd nog wel jouw favoriete club bij Ajax. Mm-hmm. Je zei het net, werken bij jouw favoriete club. Ik vermoed dat dat heel tof is. Toch vertrek je na een jaar? Ja, dat had meer te maken met het feit dat, dat ik erachter kwam dat het niet alleen voetbal is. Kijk, als je wil werken in het voetbal, moet je iets speciaals hebben. Want anders ben je een van de zoveel. Mm-hmm. En ik had altijd nog een keer de wens om in het buitenland te studeren. Dus zodoende dat de combinatie, er kwam toen een mogelijkheid om een master te doen daar in Engeland, gecombineerd met een job, en dan kon ik bij 4 clubs terecht. Daar was ik aan de voorkant, wist ik dat. Dus ja, dan was voor mij wel de keuze van oké, wat doe ik nu? Heb ik ook gevraagd bij Ajax van oké, hoe zien jullie dat? En toen zeiden ze ja, dat moet je altijd doen. Voor je eigen ontwikkeling is dat supergoed. Ik was toen, 24, 25, zoiets. Dus ja, dat was ook niet. Ik had ook niet de illusie dat alleen Nederland voor mij het enige was. Want ik weet wel dat ik een beetje een avonturier ben. Okay. En ik wilde dat meemaken. Dus, en dat heeft me heel veel gebracht, dat jaar in Engeland, of uiteindelijk de 2 jaar in Engeland. Ja, je hebt daar. Is dat een jaar toen bij West Brom? Ja. Hoe anders is jeugdvoetbal in Engeland dan? Heel anders. Ik heb dat. Dat is uiteindelijk ook iets geworden wat in mijn thesis terugkwam. Dus je eindopdracht voor je master. Waarin ik als Nederlander, bedweterige Nederlander, koppige Nederlander. Je kent het wel, arrogante Nederlander. Hè? Ik kwam daaraan en je begon met de jongens te werken. En ik dacht, mijn god, deze jongens kunnen echt niet voetballen. Technisch dan wil je zeggen. Ja, technisch. Maar ze waren allemaal groot, sterk, snel. En ik zat maar met mijn Nederlandse bril op te kijken naar Engels voetbal, Engelse jongens. En na een maand of anderhalf, 2 kwam ik er wel achter van... Hey, wacht even, maar ik even een stap terug. Jij bent naar een ander land gegaan. Jij gaat naar een andere cultuur. Deze cultuur, deze voetbalmanier is heel anders. En probeer nou eens je Nederlandse bril af te zetten. En probeer eens te kijken door de Engelse bril. En sindsdien, en dat, daarom zeg ik dat is heel rijk voor mijn ontwikkeling zelf. Dat heeft me zoveel gebracht dat je... Er is niet één manier. Er is niet één methode. Je moet van alles wat nemen en doen wat bij jou past. Maar op dat moment zat ik echt in die tunnelvisie van... Het moet zo. En dat is ook niet alleen van Nederland en Engeland, maar ook van Ajax. Waar wel de topjeugd van Nederland is. Naar West Brom. Met respect voor de jeugd van West Brom. Ja, nee, maar ik moet zeggen, de jeugd van West Brom was ook uiteindelijk... In hetgeen wat ze doen, zijn wel goed. Want vanuit die lichting spelen nu heel veel jongens in de Championship. Sommige jongens in de Premier League. Dus Aston Villa. Plakken? Sorry? Ken je nog spelers van toen? Ja, toen bij Aston Villa speelde van de week bij Ajax. En dan speelde Morgan Rodgers. Die komt daar vandaan. Louis Barry is misschien jullie wel bekend. Ja. Die kwam daar vandaan, die heb ik gehad. Ik ga zijn achternaam niet noemen, maar Tim Urukbuwan. Ja, ik noem zijn achternaam wel. Maar die zit ook op de bank bij Villa op dit moment. Die komt er regelmatig in. Dus gewoon Premier League. En zo is er bij West Brom speelt nu Tom Fellows. Die speelt ook basis nu bij West Brom. Dat is wel straf eigenlijk. Allee, ja. Dat is wel een mooie dus match. Dus dat zijn wel achteraf gezien jongens die het wel echt wel gemaakt hebben... Ja. En daarom is het zo waardevol geweest om die ervaring te hebben van er is niet één manier. Er zijn meerdere manieren en dat heeft mij als coach wel echt veel breder georiënteerd gemaakt. Ja. En als mens ook. Tim, jij kijkt op de meest gekke momenten naar de meest gekke matchen. Kijk je naar jeugdvoetbal van de Premier League? Nee. Of in Engeland de koer? Nee. Als ik niet weet wat doen, is jeugdvoetbal van West Brom
Staat niet van bovenop het lijstje. Nee, is dat Kick and Rush of spelen die daar niet? Ze probeerden te voetballen vanuit achter. Alleen op een andere manier, waardoor ze kozen iets sneller voor de lange bal. En ik zei altijd in Engeland, ja, in Nederland is een lange bal een vies woord. Een vieze handeling. Ja. Dus dat mag niet. Dat mag niet. En uiteindelijk is dat ook gewoon onderdeel van het spel. Hè? En dat zijn wel dingen die ik heel interessant vond. De manier daarvan spelen. Ja, je speelde daar tegen Norwich City en Sunderland. Dat waren gewoon knokploegen. Echt op karakter. Dat was ook echt het noorden van Engeland een beetje. Norwich is niet helemaal het noorden. Maar je speelde ook tegen de Chelsea's van deze wereld. Ja, en dat was wel mooi voetbal met City. Het was wel echt kwaliteit voetbal. Hoe kijk je dan naar een trainer als Kompany die bij een club als Burnley komt, die bekend stond om hun vechtvoetbal, en daar dan een complete switch, een cultuuromslag van wilt maken? Ik vind dat een mooie omslag. Want als de club daarachter staat, en ook nu in de periode dat je het goed hebt gedaan, je promoveert naar de Premier League. En het gaat nu, hè, dan staan ze nu in de onderste regionen. Dus ik begreep wel dat ze nog een kans hebben omdat er weer iets verandert. Hè? Ook met de Financial Fair Play Rules. Aftrek van punten bij... Er zijn nog twee ploegen die gestraft kunnen worden. Dus er, ja. Maar zo'n project vind ik heel interessant. Want dat betekent dat hij niet de volledige vrijheid heeft natuurlijk. Maar wel gewoon kan doen waar hij voor staat. En dat is goed. Ja, je bent daarna even gaan pingpongen. Je bent dan terug een jaar bij Ajax gaan werken. En dan terug naar Engeland. Ja, ik werd toen gevraagd om terug te keren bij Ajax. Toen had ik mezelf op een bepaalde manier ontwikkeld. En ja, uiteindelijk had ik daar op een bepaalde manier een gedachte over hoe dingen moesten. Ja, dat paste toen niet bij de rol waarin ik toen inkwam. Uiteindelijk. Dus na dat jaar ook besloten van dit is niet het beste voor een ieder individu. Zowel met name voor de spelers. En toen kwam de vraag vanuit Engeland weer terug of ik daar naartoe wilde. En toen zei ik ja, maar dan wil ik er wel nog wat bij hebben. Want het zou voor dezelfde rol zijn. En toen heb ik een PhD ernaast gedaan. En ik weet niet of dat... Als ik het nu zou moeten doen en ik weet wat de consequenties zijn, wat dat dan, of ik het nog een keer zou doen. Maar ik ben heel blij dat ik het gedaan heb uiteindelijk. Wat bedoel je met consequenties? Dat betekent 7 dagen in de week. Het is 6 tot 7 dagen in de week werken daar. En in de avonduren, in de ochtenduren, studeren. Studeren, lezen. Je hebt een uitwedstrijd bij Middlesbrough gehad. 3 uur in de bus heen. Lezen, opschrijven, samenvatten. Oké. Wedstrijd, bus terug 3 uur. Weer hetzelfde. We komen aan, hap eten op de club. En in het bureau weer verder studeren. Dus, pittig. Ik was ook helemaal... op zich ging dat nog wel goed. Maar toen ik uiteindelijk de stap maakte naar Roeselare, toen werd het eigenlijk onmogelijk. Omdat het een niveau hoger was. Eerste elftal, meer belangen. Waardoor je... Want dat liep gewoon nog door. Hè. Het was gewoon 3 jaar. Waardoor dat uiteindelijk heb ik de PhD in die periode ook wel een beetje aan de kant geschoven. Ja. Je begint er nu zelf over. Je gaat daarna uiteindelijk een klein half jaar aan de slag in België. Bij Roeselare. Ja. Van 18 juli tot 18 december. Juli 2018 moet ik zeggen. Tot december 2018. Je was assistenttrainer toen bij... Weet iemand het? Trainer van Roeselare? Goh, ik heb het gelezen. Zeg maar. Jordi Condom. Yes. Just, ja. Hoe beland jij vanuit Engeland dan bij Roeselare? Roeselare had een moederclub in Engeland toen, Reading. En de technisch directeur van Reading destijds had ik bij Ajax mee gewerkt. En zodoende kwam ik in contact daarmee. En toen heb ik 2 of 3 gesprekken met Jordi gehad. En die zei uiteindelijk, dat is een goede assistent voor ons. Dus, oké. Okay. Ben je van? Ik denk, heb je daar een klein half jaar gezeten? Nee, ik ben nooit dat je er spijt van hebt. Spijt van dingen, want het brengt je ook altijd heel veel. misschien niet altijd de dingen die je ervan had gehoopt. Want ik had gehoopt dat ik er langer had gezeten en had kunnen zitten. Maar uiteindelijk terugkijkend denk ik dat het ook wel goed is geweest dat het afgelopen was. Want ik had die PhD nog en het hing als een soort last op mijn schouder. En dat was toen afgelopen, dus die periode was klaar. En toen heb ik ook besloten, oké, nu focus, afmaken. En niet meer terugkeren totdat ik het afgemaakt heb. Oké.
Daar voetbal wel wat leuk volk bij Roeselare, toch voor ons Belgen, mensen die wij kunnen kennen. De bekendste spelers waren Stijn de Smet, Thibaut van Akker, Wouter Biebouw in de goal, Guy Dufour ook. Misschien een leuk wistje datje, de broer van Vincent Kompany shotte daar toen ook. François. François Kompany. Hoe was die in de omgang? Ik vond het een fantastische jongen. Ken je zijn broer een beetje van op tv en interviews? Ik vermoed sowieso wel. Lijken die wat op elkaar qua karakter? Qua, als je ze ook ziet, dan zie je dat het broers zijn. Ja, zeker. Mm-hmm. Ja. Ik weet niet, ik ken zijn broer niet qua karakter. Qua persoon, dus, ja. En ik vond hem gewoon een hele leuke, frivole gozer. Het was iemand die... Ja... Dan moet ik goed nadenken over precieze karakter. Want het is ook al een tijd geleden. En ik heb hem sindsdien niet meer gesproken. Okay. Maar ik vond... Mijn indruk van hem was dat hij heel graag leiderschapsrol wilde hebben. En dat hij zich heel verantwoordelijk voelde voor bepaalde dingen. En daar ook wel echt zijn best voor deed. Om daarin verder te zijn. Volgens mij was hij ook nog bij momenten aanvoerder van ons team. Klopt. Hij speelt nog altijd trouwens. En hij is dit weekend kampioen. Allee, de promotie met Lokeren. Speelt hij bij Lokeren nu? Ja. Okay. Die hebben de promotie afgedwongen naar 1B. Challenger Pro League. Dus volgend jaar zie je hem misschien terug. Leuk. Ja, in de jeugd, want die heeft ook nog bij Anderlecht geschot, toch? Mm-hmm. Was hij niet per se ontalentvol? Niet zoals zijn broer, wat dat kent zijn anders, maar... Wel een burden om hem te dragen. Ja. Alleen, ja. Ik heb hem eigenlijk bij de jeugd nooit zien spelen, Nikke. Ik heb hem wel later bij Roeselaar en dan een paar keer zien passeren. Ik heb hem ook enkel naar Anderlecht zien spelen, ja. Ik weet niet dat hij geboekt stond als zoiets moeten navragen, maar ja, bon. Okay. Uiteindelijk heeft hij nog wel een toffe carrière uitgebouwd. Zeker. Op zijn eigen niveau, dus whatever. Ja, klopt. Je zei het zelf, daarna studies enzovoort afgemaakt. Daarna ga je aan de slag bij Vitesse. Ik pik daar wat namen uit, voor omdat dat leuk is. Je hebt daar nog gewerkt onder Philippe Cocu. Ja. Cocu, moet ik zeggen. Cocu. Dat is wel een grote naam uit het Nederlandse voetbal. Is dat een fijne mens om mee samen te doen? Ja, een heel aardige man. Ik kom altijd heel serieus over op interviews bij PSV, denk ik, dat hij ook nog getraind heeft vroeger. Ja, hij heeft PSV gehad, Derby County, Fenerbahce uit mijn hoofd. Ja. Nee, hele fijne man om mee te werken. Geeft je veel vrijheid, verantwoordelijkheid. Maar hij is serieus op de momenten, maar ik kan ook goed met hem lachen. Ja, dat was fijn om mee te werken. Doet hij nu nog iets? Hij is toen in oktober, november weggestapt bij Vitesse. En heeft sindsdien geen job. Nee. Vertelt hij dan soms verhalen van in het buitenland waar hij gevoetbald heeft? Ja, altijd. Dat zijn de mooie verhalen. We zaten in de staf met Chris van der Weerde en Theo Jansen ook. Oh. Dus ja, komen de mooie verhalen wel naar voren. Zalig. Hoor jij Jansen nu nog? Dat is wel een figuur. Nee, en ook niet echt. We spelen binnenkort een oefenwedstrijd tegen Vitesse. Dus dan zal ik ze wel weer zien. Mm. Ik heb Philip alleen nog gesproken na de ontslag. En nog een keer 2 maanden geleden. Maar ja, ik moet ook zeggen. Het is, ik ben al blij dat ik voor mezelf weet af en toe... Dat ik van voren nog leef. Ja. Ja. Het is behoorlijk druk. Voetbalrij is ook een kleine wereld. Vroeg of laat kruis je elkaar. Ja hoor, absoluut. En dan zullen we weer goed bijpraten. Mag ik eens even een vraag stellen? Want we zijn direct in het trainerschap gedoken. Maar heb je eigenlijk zelf gevoetbald? En op welk niveau? Je mag het niet vergelijken met wat die jongens hier doen. Hè? Dus ik heb uiteindelijk... ze noemden dat derde divisie gevoetbald in Nederland. Wat je had toen in de jeugd eerste, tweede, derde divisie. Mm-hmm. Op amateurniveau, maar dat was ook echt wel mijn limit. Mm. En dat was tot en met mijn 18e jaar. Toen, eigenwijs. En ik wist het beter dan de trainer. B, ik had een blessure aan de knie, zoals je die ook altijd hoort, weet je wel. Dus, en daardoor verloor ik een beetje de drive. Het plezier in het zelf spelen. Okay. Dus zodoende. En uiteindelijk een keer gevraagd door een buurjongetje... om hem een keer te trainen. En toen is dat een vonkje ontstaan. Een vonkje geweest. Ja. Wat was jouw positie? Ik was centrale verdediger. Okay. In jouw eerste seizoen bij Vitesse heb jij nog gewerkt onder Thomas Letsch. De naam viel daar juist ook al. We weten uit hele, hele goede bron dat hij op een bepaald moment ook op een shortlist gestaan heeft om bij Anderlecht trainer te worden toen Kompany hier vertrokken is. Heb je daar toenertijd... via hem iets over vernomen of contact met Anderlecht? Nee, toen de tijd niet.
Maar ik weet wel dat het uiteindelijk gespeeld heeft. Ook via de media. En achteraf heb ik dat ook gehoord, ja. Oké. Okay. En zou jij dan eventueel meegekomen zijn? Of die gesprekken zijn nooit? Dat weet ik niet. Dat heb ik toen nog niet met hem over gehad. Nee, ça va. Vitesse speelde. Mag ik iets zeggen? Ja, ze hebben toen ook tegen Compagnie gespeeld. Hè? Oh, wel. Ging dat, ja, dat was... Toen was pijnlijk. Ja, voor jullie pijnlijk. Voor ons toen op dat moment heel, heel fijn. Want het was echt... dat hadden we niet verwacht toen. Mm, nee? Och, nee, je speelt... Als, Vitesse is een subtopper in Nederland. En dan speel je tegen het grote Anderlecht. Dat moment subtopper in België. Ja, maar zo wordt er dan toch niet naar gekeken. Het was vroeg in het seizoen ook. Hè? Het was voor, ja. Was voor onder, dus ja. En we speelden hier een krankzinnige wedstrijd in het Lottopark. 3-3. Ja. Penalty op het einde gemist. Ja, die op de lat. Ja. En toen thuis kwamen we na 3 minuten, middels een corner, kwamen we voor. Die hadden we ook echt zo uitgedokterd, moet ik je zeggen. Want we hebben Sirikzee toen zagen we in de zone staan en... Die was niet heel betrouwbaar met betrekking tot het verdedigen. En die was nog wel eens van plan om zijn rug. Dus Maxi hadden we een goed schot met Maxi Witek. Mm-hmm. En zodoende hadden we die zo uitgedokterd dat hij dan in 1 keer op doel zou schieten. Zou de eerste corner zijn. Dus dat was heel leuk. Omdat, nou ja, leuk. Voor jullie niet. Wel, maar ja. Voor ons toen was het heel goed. En ja, dat je dan uiteindelijk nog 2-1 werd het. Hè, laat goed, in de wedstrijd. We hadden 2-0 voor en toen 2-1. Mm-hmm. Ja, de ontlading daarna was... Vreselijke matchen waren. Die 3-3 was ook op zich nog wel... De eerste helft was leuk. Was een leuke match, Brussel. De tweede helft was... Jullie scoorden een of andere gekke goal. Ik denk de gelijkmaker. Zoals een doelpunt dat je echt nooit mogen vallen. Het feit dat jullie weten, die scoorden hem toen waanzinnig in de bovenhoek, volgens mij. Maar ja, dat was een hele mooie goal. Was ook niet met een afgeweken mal of zoiets. Echt een lelijke goal. Ja. Direct in de tweede helft, volgens mij. Ja. Met Bader Frederiksen. Die schoot hem en die werd afgeblokt. Ja. Maar ik denk, het waren twee lucky goals voor Vitesse, denk ik. Nee, en die eerste was proper. Ja, dat is een zondagschot, die maak je nooit meer. Dat ben ik met je eens. Die tweede was wel geluk. De derde was Tanane toen, hè. Die kwam erin en die over de zijkant. Ah, en de zaalvoetballer, die de gekste ding door de benen, een schot door de benen of zoiets. Dus je had het toen wel door, die Zirikzee is van nonchalant. Nee, maar dat was meer in het verdedigen. Je kijkt dan op dat moment naar waar zijn eventuele zwakke plekken. Mm. En dat was wel... Je hebt hem gevonden. Ja, en het is ook gelukkig uiteindelijk, hè, dat zo is, want hij raakt hem goed. Het gebeurt ook wat je zegt, dus achteraf is makkelijk praten ook. Dat was ook het proces waar Zirikzee wel door moest, dus op zich niet zo vreemd. Die doet het nu geweldig. Ja, die doet het heel goed. Dat is echt... Ja. Ik zou, als ik... Wat een speler. EK nu, ik zou hem gewoon zetten en meepakken. Ik ga het sowieso wel hebben. Ja, maar die trouwens, om terug te gaan naar de Vitesse aanleg, die match op Vitesse, dat is een van mijn dieptepunten onder Compagnie. Die match. Dat was een gigantische deceptie. Dat was echt zo slecht. Dat ook. En dan op het einde, dat was echt, daar heb ik toen vanaf gezien. Laat ons gewoon vergeten. Ja, we hadden er niet te veel blijven stilstaan. Er speelde bij Vitesse op dat moment ook een Belg die intussen Rode Duivel is. Weten jullie wie? Openda? Yes. Amai, goed. Je zei van alle spelers met wie je hebt gewerkt als trainer bij een A-ploeg. Hè? De speler die intussen de mooiste carrière aan het uitbouwen is. Of zeg bij een A-ploeg? Ja. Dus dan mag ik de jeugd van Ajax niet meetellen. Nee. Dan is dat wel degene met wie het vest is gereikt. Ja. Hoe was die bij Vitesse? Weet je dan nog? In de omgang en zo? Ja, ook hier een heerlijk gozertje. Ik heb... het is een grappenmaker. Het is een... Je kan er een lolletje mee maken. Maar het is ook gewoon een serieuze jongen die zijn job goed wil doen. Mm. En die balans vindt hij heel goed. En hij heeft specifieke kwaliteiten die je zelden ziet. Hij is echt pijlsnel, scoort makkelijk een goal, is een frommelaar. Je kan de vergelijking niet maken, want ik hou niet van spelers vergelijken. Maar Suárez had dat ook altijd. Hè. Luis Suárez die een man uitspeelt en dat je eigenlijk het idee hebt, kan niet, maar het gebeurt. En dat heeft Luis ook wel een beetje. Dat hij soms langs iemand gaat, normaal gesproken kan het niet, maar die krijgt het toch voor elkaar. Ja de drive ook gewoon. Hè. Dit seizoen is echt ongelooflijk als je hem ziet. Ja, ik blijf het echt een heel rare speler vinden. Hoezo? Ja, ik ben daar geen fan van. Ik vind dat nu niet... Ik heb er wel een zwak voor. Ja, het is vaak... Het lijkt vaak dat het ook zo wat op goed geluk is. Of zo. Nee, maar het opportunisme, maar dat moet je als spirit moet ook hebben. Hè? En dat maakt hem ook wel sterk. Ja, ik weet het niet. Ik ben ook niet van overtuigd
Allee, als er iets met Lukaku gebeurt, dat je dan op Penda moet zetten. We zijn nu ook gewoon verwend, hè. Ja, tuurlijk. Ja, opvolgers van De Bruyne, Lukaku en Courtois gaan minder zijn. Hè. Laat maar, ons dadelijk maar wat Penda doet, nu ook weer, en wat hem al bij al zijn clubs gedaan heeft, dat is gewoon indrukwekkend, hè. Die statistieken is echt waanzinnig, hè. En hoe oud is hij? 23? Ja, en in verschillende systemen, want iedereen zou kan enkel counteren, maar dat is nu dit seizoen helemaal anders. Hè. Ja. Dit seizoen is vanuit possession. Ik had ook al een Nederlands merk. Steek jullie aan, hè? Sorry. Ja. Je zei daarnet, jeugdploegen, dus bij Ajax tellen niet mee. Zaten daar talenten bij die intussen... Ja, Matthijs de Ligt. Ach, ja, oké. Okay. Donny Malen, Donny van der Beek. Justin Kluivert. Ja, Frenkie kwam net wat later, dus die kwam een jaar later. Op zich een matige lichting. Abdel Aknouri. Oké. Okay. Ah ja, natuurlijk. Ja. De Ligt, was dat toen al een patroon, noemen we dat in België, een leider op het veld? Ja, dat was wel een jongen die, waarvan je zegt, die heeft extra kwaliteiten. Ja, dat zal. Ja, dat is echt wel. Daar zeg je niks fout mee, denk ik, met dat te zeggen. Wat een Ligt. En Kasper kwam ook nog op, Kasper Dolberg kwam ook nog op stage toen in die periode. Toch. Dus dat is ook wel, is ook wel grappig om mee te maken. Okay. Ja. Dat je hem dan nu hier weer in... En is hij jou nog? Van toen? Nee, maar we hebben toen wel gehad over... Want het was twee of drie weken of zo dat hij daar was. Dus, en dan separate weken. En die jongen maakt ook van alles mee. Mm. Maar we hebben toen wel... We hebben hier toen nog gesproken aan het begin van het seizoen. Van toen en toen. En toen herinneren zich de periode wel, maar mij niet. Hoe is Kasper in de omgang? Want dat ziet... Je krijgt dat een malletje van. Een chille gast noemen dat in België. Ja, ik vind het een hele... Goede, weldenkende jongen. Ja, dat is zo... Ik snap dat is een heel keurig antwoord. Ik snap nu omdat jullie aan iedereen deze vraag blijven stellen. Ik heb nog nooit iemand geweten die zegt van... Ja, Alex, dat is gewoon een loop. Niet dat, maar dat lijkt wel iemand die ook op het voetbalveld... Die is zelden geïrriteerd. Die is wel geniepig, maar die is zelden... Het pakken tegen een scheidsrechter of tegen... Die lijkt niet echt snel zich op te winnen. Maar mij gaat het er meer over... Is dat nu een sfeermaker of is dat meer de Daar heb ik te weinig inzicht in. Dat is wat ik bedoel. Dat die, het ziet er mij zo echt inderdaad een kalme, slimme gast uit. Ja, nee. Zo komt hij ook. Zo de gesprekken die ik met hem heb of en heb gehad, dan komt hij over als een hele intelligente, weldenkende, welbespraakte jongen. Yes. Maar Vitesse belandt je dus bij de Futures begin dit seizoen. Kwam Anderlecht bij jou terecht? Ging je hem via mij? Ja, uiteindelijk heb ik... 3 of 4 gesprekken gehad met Jesper. Eerst gewoon een kennismakinggesprek. Gewoon van... En kwam zij via een makelaar of zo bij jou? Ja, dus, en toen was het zo van... Oké, introduceren. Wie ben je? Blablabla. Interessant pad afgelegd. Nou, dat soort dingen. En later kwam dus de functie van Futures vrij. En toen, toen hebben we verdere diepgaande gesprekken gehad over een specifieke rol. Hm. En dat was toen over de Futures. Bij eerste aanzet was dat niet per se met die Futures coaching rol in mind? Helemaal niet. Nee, het was gewoon een kennismakinggesprek, zoals je dat ook wel vaker hebt. Hm. Gewoon eens kennismaken van wie ben je, waar sta je voor, wat is je pad geweest, wat ben je, hoe zie je jezelf als mens. Dat soort zaken. En vanuit daar. Alleen met Fredberg? Gesproken. Alleen met Jesper toen, dat was het eerste gesprek. En toen de volgende twee gesprekken ook met Jesper. En daarna kwam Mikkel erbij, het laatste gesprek. Oké, okay, die was er toen al inderdaad. Hè. Werd jou een soort target of doelstelling opgelegd toen al, voordat je een contract tekende? Want dit zijn dingen die wij nu van jou gaan verwachten. De drie dingen die ik jullie aan het begin van de podcast vertelde. Dus het ontwikkelen van spelers en zo hoog mogelijk eindigen in de Challenger Pro League. Dat zijn de dingen die je hebt meegekregen. En de principes zoveel mogelijk aanhouden van één. Zodat de stap van ons naar het eerste zo goed en zo smooth mogelijk verloopt. Hm. Welke kwaliteiten moet een trainer van een futuresploeg hebben? Want op zich is dat is niet per se puur een jeugdploeg trainen. Want je speelt uiteindelijk profvoetbal. Dus dat is toch wel iets anders. Ja, en zoals het in een moeilijk woord is het een paradox. Een tegenstelling, een schijnbare tegenstelling. Je moet presteren. Aan de andere kant moet je gelijk ontwikkelen. En waar ga je de balans vinden? En wat is de juiste balans? En dat is ook elke keer weer bij elke opstelling, bij elke moment van keuzes, bij elke training zijn dat dan weer de bepaalde zaken. Maar waar ik achter ben gekomen is dat het altijd hand in hand gaat.
Dat dacht ik al. En dat kom je ook als je dan zeg maar erin werkt, kom je erachter. Het gaat hand in hand. Want uiteindelijk denk ik dat dit het eindstation is dat je moet leren winnen. En dat gaat gepaard met momenten herkennen in een wedstrijd. Die cruciaal zijn. Ik noem Lierse thuis tegen 9 man 3-2 voor. En wij gingen allerlei capriolen uithalen die je dan niet moet doen. Maar het gebeurde. Maar dat moet je ervaren om er doorheen te komen. Word jij dan gek? Aan de zijlijn? Op de korte termijn wel. Dus als het gebeurt wel. Maar als we dan de kleedkamer binnenlopen, kan ik het wel relatief nuanceren. Want dat is de ploeg. Dat is de onder 23 ploeg waarmee je werkt. En dat hoort erbij. Dat zijn van die... In het Nederland noem je dat leergeld. Ik weet niet of je dat hier ook gebruikt. Dat is leergeld dat je betaalt. En uiteindelijk resulteert dat wel in de ontwikkeling van de jongens. Want ik vind dat die jongens zich echt wel ontwikkeld hebben. Daarin bijvoorbeeld, onder andere. Ja, plus je zit gewoon ook met een generatiekloof. Je bent begin de 30. Daar zitten letterlijk 15-jarigen in jouw kern. Dat is wel gewoon echt een generatiekloof. Wil je me nou zeggen dat ik oud ben? Maar, of, je bent jonger dan ons 3, dan ons 4. Met Steven erbij. Dus op zich valt dat wel mee dan weer. Maar ik wil zeggen, dat is... we zitten ook wel eens op ons job met mensen van 4, 25 in een team. En daar werken wij al. Dat is al een beetje anders. Doe dat nog eens 10 jaar af en dat is gewoon een andere leven. Ja, maar, en dat is ook logisch. Hè? Want als je kijkt naar toen wij opgroeiden, was een mobiele telefoon nog helemaal niet aan de orde bij een leeftijd van 14, 15. En nu is de normaalste zaak van de wereld. Om maar een voorbeeld te noemen. Ja, en wat je al met die telefoon kon op dat moment. En wat je er nu mee kan. Dus ja, er zijn heel veel dingen veranderd. En daardoor moet je zelf ook wel een beetje mee. Maar kinderen blijven toch, en jongens blijven toch hetzelfde. Voetballers blijven hetzelfde. Dus uiteindelijk zijn er misschien andere nuances. Maar de kern blijft wel vaak hetzelfde. Er zijn toch jongens uiteindelijk die willen winnen. Die beter willen worden. Die straks in het Lottepark willen gaan staan. Een profcarrière willen hebben. En dat zijn dan, die moeten dezelfde zaken aanpakken. Alleen soms op een iets andere manier. Ja. Het is een binnenkopper misschien, maar ik ga die vraag toch maar stellen, want dat wordt nu een beetje verwacht. Wat is jouw visie op jeugdvoetbal, op ontwikkelingsvoetbal? Ontwikkeling van spelers, wil ik zeggen. In welk voor opzicht? Wel, als jij werkt met een... Als ik een transitieploeg mag noemen, transitie van puur jeugd naar profspeler zijn, wat hoort daar voor jou bij? Wat zijn de pijlers waar jij... Het leren winnen. Specialistische kwaliteiten beter maken. Begrijpen dat altijd... ik als individu het team beter maakt en het team mij beter maakt. Begrijpen wat er allemaal omheen gebeurt. Dus hoe ga je om met een stadion? Hoe ga je om met bepaalde druk? Of een publiekje gaat uitfluiten? Dus dat, die ervaring, wedstrijdervaringen. En ik denk dat je ook moet gaan leren begrijpen wat je teamgenoten hun kwaliteiten zijn. Om die optimaal te gaan gebruiken. Want uiteindelijk als je een stap hoger gaat, zijn dat allemaal dingen die je moet weten en leren. Om efficiënter te kunnen voetballen. Yes. Heb jij misschien aan een van die dingen mispakt dat je dacht dat gaat vlotter lopen? Of misschien dat andersom, dat gaat moeilijker zijn en dat viel dan weer beter mee, specifiek nu bij Anderlecht? Dat vind ik een goede vraag. Ten eerste, eindelijk een goede vraag. Pak je seizoenen bezig. Dat pak je toch maar mee, Dries. De complimenten die je geeft. Want het is niet per se een iets waar ik zeg maar wat tegenvalt. Want je gaat uiteindelijk, je maakt een analyse van je ploeg aan de voorkant. Je komt hier binnen, dan gaat die analyse de diepte in. Omdat je jongens leert kennen, hun achtergronden weet, al dat soort dingen. En ja, dan verbaasden me sommige dingen niet die gebeurd zijn. Maar dan hoop je wel dat het soms wat sneller pakt. Maar ik begrijp ook wel dat je, als je vandaag wat zegt, het morgen niet per se beter is. Hè? Dat heeft tijd nodig, dat moet sudderen. Dat moet... Zeker bij tieners, ja. Ja, en zeker bij tieners die tegen mannen spelen die al 10 jaar soms in profvoetbal actief zijn. Terwijl ze zelf al jarenlang de beste zijn van hun generatie. Dus dat is ineens een verschil waar je wilt. Ja. Ja, bij de future stelt niet alleen het resultaat. Je zei het zelf al 1 of 2 keer ook de persoonlijke ontwikkeling van dat individueel talent. Hoe moeilijk is het voor jou om daar een evenwicht in te vinden? Want jij wilt uiteindelijk wel jouw job kunnen behouden en die punten pakken, maar dat is niet alles wat valt onder jouw taken. Dat is voor mij een van de dingen. Als ik me laat leiden door mijn eigen job, dan ben ik niet goed bezig. Ik vind dat ik er voor de jongens moet zijn. En op het moment dat het fout gaat, is mijn verantwoordelijkheid.
Dat weet ik. Dat neem ik dan maar. Want ik denk dat dat het enige manier is om jongens te ontwikkelen. Mm. Alles staat bij mij in het teken. Alles wat wij doen, proberen we te doen in het oogpunt van het individu. Dus als het goed is voor de speler, dan doen we het. En dat, daar hoort ook bij dat het team op de juiste manier staat. En daar hoort ook bij dat je bepaalde resultaten haalt. Want dat is ook goed voor het individu. Want als je alleen maar een klets op je kop krijgt elke keer als je een wedstrijd speelt, ja, dan heeft het individu er ook geen baat bij. En dat is die balans die je gaat zoeken. Mm. Maar dat gaat niet over mij. Okay. Moet niet over mij gaan. Dat is een mooi antwoord. Je hebt nu in 3 landen al bij jeugd of met jeugd gewerkt. Nederland, Engeland, België. Wat is voor jou vanuit club, en dan bedoel ik niet specifiek 1 jeugdteam, maar het jeugdbeleid, wat is essentieel voor jou? Dat je zegt, dat moet een club wellicht gaan doen om de nodige tools te bieden aan de mensen die daar werken. Ik denk dat je heel... Uiteindelijk, als je een academy hebt, een jeugdopleiding hebt, moet je kijken niet naar wat er nu gebeurt in het voetbal, maar wat er over 5 tot 10 jaar gaat gebeuren. Want uiteindelijk leid je deze jongens op om over 5 of 10 jaar in het profvoetbal terecht te komen. Als ik er nu naar kijk, moet je heel atletisch zijn. Moet je heel flexibel zijn, tactisch. Dus je moet verschillende dingen kunnen doen. Mm. En je moet een hele goede basistechniek hebben. Die 3 dingen zijn voor mij essentieel in een jeugdopleiding. Dat is quasi alles eigenlijk. Nou, wat je vaak ziet tegenwoordig in het voetbal is dat je heel erg... Bij West Brom, ja, mooi voorbeeld, hadden we een boek met allerlei oefeningen en met allerlei zaken die we moesten doen. En elke week was al helemaal vooruit gepland. Dus uiteindelijk was hetgeen wat je ging doen al helemaal duidelijk. Die jongens konden het ook zelf dromen. Maar ja, dat houdt in dat je een bepaalde flexibiliteit wegneemt. Hmm. Want de jongens weten alle regels al, weten alle dingen al. En ik ben van mening dat je ze uit moet dagen in bepaalde zaken en andere dingen moet doen. En ja, ook zelf moet improviseren soms om iets te bewerkstelligen. Dus ik heb toen een keer bij West Brom, deden we een oefening, een moeilijke passing oefening. Want ik hou niet van passings normaal gesproken, maar op dat moment was het noodzakelijk. Een moeilijke met doordraaien en dat soort dingen, die ik in het Nederlands tegen ze uitgelegd heb. Dus ze begrepen er precies niks van. Ja. En toen uiteindelijk moesten ze aan de gang. Maar de topic dat eronder hing was dat ze beseften hoe belangrijk het was dat ze zelf met een oplossing kwamen. Zelf met elkaar gingen communiceren. Want dat miste ik door wat ik net uitlagde. Bijvoorbeeld over hoe daar gewerkt werd op dat moment. Dat zijn van die dingen die je dan probeert. Hmm. En soms gaan die finaal missen. Hè? Dat is ook niet erg. Maar soms werkt het wel. Dit werkte. Al die mannen nu spreken perfect Nederlands. Hè? Dus heeft dat ook maar reflect. Nou, ik ben nu Italiaans aan het leren, want mijn vriendin is half Italiaans. Dus nu ga ik er misschien een keer proberen in Italiaans om. Ja, waarom niet? Vanuit een club is dat misschien een van de belangrijkste dingen dat een club kan doen naar jeugdtrainers toe. De nodige vrijheid en creativiteit gunnen om dingen te kunnen aanpakken zoals je denkt dat het moet. Ja, maar wel met een bepaald raamwerk. Dus het moet wel duidelijk zijn van, we verwachten dit van je. En dat is breed. Mijn professor heeft het een keer mooi uitgelegd aan me. Het is net als een vogel in de hand. Op het moment dat je hem te hard dichtknijpt, gaat de vogel dood. Hmm. Op het moment dat je hem loslaat en te veel openlaat, dan vliegt de vogel weg. En je moet altijd een beetje die balans zien te houden van hoe je dat tot je neemt. Oké. Okay. Er lopen heel wat managers rond in het voetbal. Ik stamp hier even een open deur in. Ook in het jeugdvoetbal lopen er heel veel rond. Er is nu een talentvolle jongen van een jaar of 13 dat bij Genk speelt, Racing Genk. Nee. Yes, inderdaad. Ik wou zijn naam niet noemen, maar je doet het nu wel. Ah, die staat in de aandacht van onder andere Anderlecht. Die jongen heeft 3 managers. Dus 3. Die is 13. Dus hoe moeilijk is dat werken voor een trainer als daar een entourage staat die al in hun hoofd dollartekens heeft en noem de clichés maar op? Nou, in eerste instantie is dat gelukkig niet mijn eerste core business. Dus ik spreek vaak met een speler als het zeg maar een beetje bijna rond is. Ik spreek niet met jongens van 13, dus over deze specifieke jongen kan ik niet, ja, los van, kan ik niet ingaan. Maar dat is ook een kwestie van samenwerken, want uiteindelijk hebben die mensen het ook het beste, mag ik aannemen, met die jongens voor. Mm-hmm.
En daarin moet je, die jongens vertrouwen die mensen. Dus je moet daarin samenwerken om tot hetzelfde uitkomst te komen. Dus ik heb... Dat is een heel mooi antwoord. Maar weet je of de wereld zo werkt? Nou ja. Je weet het beter dan wij. Nee, nee, maar ik weet ook dat het niet zo werkt. Maar ik vind wel dat het zo... Dat je er zo in moet staan. Okay. Want anders zijn we... Ja, dan heeft het geen zin. Dan kunnen we net zo goed zeggen van... kaal mijn handen eraf. We zijn een paar jaar ouder. We zijn cynischer geworden. Aan de andere kant ook. Ja, in eerste lijn inderdaad niet je zorgen. Nee. Die manager alleen wel respect. Vaak als we dat soort gesprekken voeren... Dan is het alleen maar uitleg... Wat doen wij? Je krijgt bij ons een individueel plan. Hoe ziet het eruit? Wat verwachten we? Hoe zien we het op dit moment? Maar we kunnen dat ook nog invullen als je hier bent. Hoe werken we gewoon als team? En dat is het. We stellen soms nog wel eens wat vragen over de speler zelf. Wat we ervan vinden. En dan is dat het. Dus voor mij is de samenwerking heel makkelijk. Okay. Ik snap dat dat voor iemand die in de eerste lijn zit misschien een ander verhaal is. Zeker 3 managers op die leeftijd. Crazy, toch? Dat is één voor zijn zak te dragen, één voor zijn schoen te dragen en dan de derde... Voor het geld te tellen. Ja, crazy. Er hebben in het verleden bij ons, bij Café Constant, wel eens gasten gezeten die ons de vraag hebben gesteld. Is de kostprijs van zo'n futures-project niet te hoog voor wat het oplevert? We hebben daar uiteraard onze eigen mening over gegeven. Wat zou jij antwoorden op die stelling? Ik ben nadat ik een antwoord geef, wel heel benieuwd naar jullie antwoord. Mm-hmm. Maar ik denk dat het altijd oplevert. Mm. Ja, het zijn aanzienlijke kosten. Maar als jij jongens een podium kan bieden om op professioneel voetbal te geraken en te spelen, dan heeft dat meerdere gevolgen. Ik denk dat het A is dat de stap naar het eerste makkelijker wordt. B, de jongens die net niet die stap gaan maken, want dat moet eerlijk in zijn, dat gebeurt ook. Dat die wel een podium hebben om zichzelf te ontwikkelen, zodat zij een andere mooie stap kunnen maken. En daar kan de club ook financieel van profiteren, op de korte en op de lange termijn. En ik denk dat het een mooi uithangbord is voor de jeugd, zeker hier, waarin je, ja, die jeugd van Anderlecht is net een beetje zoals ik het zie in vergelijk met Nederland, zoals Ajax. Dat is de kraamkamer van deze club altijd geweest. En ik ben van mening dat als je dat zo goed wegzet zoals het nu is, dat dat ook een soort uithangbord is voor de jeugdopleiding. Ja, en voor fans ook leuk om... Precies. Want ja, voor veel fans, zoals nu met de Futures, is dat nog een beetje, ja, moet dat zeggen, een onbekend terrein. Mm-hmm. Ik vind dat wel leuk dat je gewoon al heel vroeg kunt ontdekken van wat zit eraan te komen of wie kunnen we verwachten. Je gaat vroeger enkel van dat verschrikkelijk reservevoetbal. Ja. En dan één match per jaar kon je de jeugd zien in de beker. Dan kon je drie jeugdspelers in bekervoetbal zien. Dat was het enige wat we konden zien. Je moest ook echt vertrouwen op het forum. Zo, ze hadden 4 of 5 jeugdwatchers en dan ging je daar vanaf. En kon je daarmee uitpakken. Oh ja, bij de U16 van een goede zin. Ik heb het gelezen. Ja, dat is waar. Op zich, die meer kost, want je hebt sowieso toch een competitie wanneer die moeten spelen. De bus moet toch sowieso rijden. Is die meer kost dan inschrijvingsgeld voor tweede klasse met teken, met tv-geld of zo? Of wat is die meer wat kost ik, wat precies? Ik begreep is dat je een bepaald bedrag betaalt. Ik heb geen idee, maar dat het behoorlijke kosten zijn. Ja, tv-geld. En je moet een selectie samenstellen die ook in deze competitie kan blijven. Dus stel dat je een keer een mindere lichting hebt, dan moet daar misschien wel een investering tegenover staan om bepaalde profielen binnen te halen om of door te spoten naar 1 of die een bepaalde waarde hebben om je toptalent uit de jeugd beter te maken. Ja, vriend van de show, David Hubert bijvoorbeeld, moest gehaald worden. Ja. Dat soort spelers. Ik kwam die daar juist tegen. Ja. Met vooropname. We hebben misschien gevraagd... Ja. We hebben eigenlijk gevraagd om je een beetje onder de bus te gooien, maar dat wou hij niet doen. Ja, hij heeft wel gezegd, je moet eens vragen naar Thivo van zijn Frans. Heel goed. Heeft hij ook verteld wat hij vandaag gedaan heeft in de Fit 5 of niet? Nee, oké, dan is het wel. Ja, nu moet je het wel bekijken. Hij heeft verloren natuurlijk tegen... Oh, ja. Dat heeft hij niet verteld. Nee, dat dacht dat wel weer. Hoe is jouw relatie met David? Dat is wel iemand die met heel veel mensen hier hebben babbelen, zeker het laatste half jaar of jaar, zeggen tegen ons allemaal, dat is een toekomstige toptrainer. Daar ben ik het mee eens. Ik denk dat het een hele goede... Voor mij is het een heel fijne assistent. Iemand die mij goed aanvult. Iemand die... weet hoe het in het voetbal werkt.
waar ik ja, een bepaalde steun heb, een goede mening van krijg, een eerlijke mening van krijg, die kan vertrouwen. Dus voor mij is dat... andere mensen dat zeggen, dat begrijp ik heel goed. Je bent trouwens heel snel over dat Frans heen gegaan. We gaan jou niet verplichten om nu iets uit te spreken. Très bien. Okay. Ah, kijk eens dan. Uitspraak is beter dan de woordenschat, hoor, soms. Ja. Dat is niet erg. Bij mij zit het een beetje anders op. We moeten daar verder niet te veel bij stilstaan. Hoeveel weerslag heeft het functioneren van de eerste ploeg van Anderlecht? Op jouw kernsamenstelling bijvoorbeeld? Ja. Heel veel uiteindelijk. Soms, als er veel jongens geblesseerd zijn... Dan moeten we van jongens van ons meetrainen. En dan moeten ze ook mee op de bank soms. Om minuten te maken. Hm. Wat ik geen probleem vind. Want dat biedt andere jongens weer de kans om zichzelf te bewijzen. Op dit niveau. Hm. En soms als iedereen terug is van één. Dat andere jongens weer terugzakken. Hm. Om bij ons te spelen. En ook dat is niet erg. Want dat is onderdeel van het onder 23 zijn. Want ik ben ook van mening dat je ook moet leren omgaan met oké. Nu komt er iemand terug op jouw plaats. Mm. En je hebt het misschien goed... Heb ik ook aan de voorkant... We zijn in deze ruimte trouwens. Dus vandaar dat ik wijs naar de beamer. Heb ik dat hier gezegd. Van joh, luister, wij zijn dit team. Dat is tussen de academy en tussen de eerste ploeg in. Dat betekent dat wij altijd dingen terugkrijgen van de academy. Of van de eerste ploeg. Wat betekent dat als jij misschien heel goed hebt gespeeld voor 5 wedstrijden... dat je gewoon op de bank kan komen. Mm. En dat betekent dat je altijd op de bank hebt gezeten... dat je zomaar weer een wedstrijd bij de onder 18 moet gaan spelen. Dus aan de voorkant, als je dat zo kadert... natuurlijk krijg je er af en toe wel eens wat gezeur en emotionele gesprekken over. Maar dat hoort er ook bij, dat is alleen maar goed. Maar dan kan je er altijd op terugkomen. Mm. Zijn er veel egotjes waar je mee te maken hebt? Ik vermoed van wel. Ja, maar het is net van, als het geen egotjes zijn, dan horen ze hier ook niet thuis. Mm. Ik vind het wel fijn eigenlijk als je een beetje een karakter hebt. Want dat houdt in van, oké, je zet mij op scherp. En de keuzes die je maakt, moet je dan ook echt maken en argumenteren. Want ja, je moet niet iets voor zoete koek aannemen. Dus ook die jongere generatie, weerwoord bieden, zit daar wel meer in dan toen wij jonger waren. Laat ons zeggen. Ik moet zeggen, in Nederland is dat iets anders dan hier. In Nederland zijn ze iets mondiger. Ja. Maar ze hebben... Je ziet het wel aan ze en dan ga ik wel met ze in gesprek. Dus dan, want ik vind ook als er bepaalde beslissingen genomen worden... dat ik het soms ook expres laat liggen. Maar af en toe als ik ook vind van oké, dit moet ik kaderen. Dit moet je kaderen, dan moeten we dat ook uitleggen. En dan ben ik ook gewoon van dit is de reden waarom je niet speelt. Ja. Hoe moeilijk... Allee, ik ben enorm gefascineerd naar hoe dat die totale puzzel voor een seizoen gelegd wordt. Zonder dat je ook rekening kunt houden met die gaat doorgroeien, die blessures, is die al klaar? Of ook welke stappen zijn het talent dan in het begin van het seizoen en lijkt dan plots van ja, eigenlijk moeten we schuiven. Dat is toch een absurde puzzel. Ja, dat is een dagelijkse puzzel. Ja. Het is niet alleen aan het begin van het seizoen, maar het is echt dagelijks waar je bezig bent met oké, wat is het beste voor dit individu? Waar staat die nu? Hoe zet je andere dingen weg nu ten opzichte van hen? In welke situatie? Want er zit ook nog heel veel op school. Mm-hmm. Dus wat heeft die situatie ermee te maken? Je bent met, ja, het is echt dagelijks puzzelen. En dat is soms wel frustrerend. Want je wil gewoon weten. Maar aan de andere kant, als je dan weer terugstapt en het weer relativeert, moet je daarin... ook accepteren dat dit de rol is die je hebt. Hm. Heb jij soms contact met scholen? Nee, ik niet. Nee, daar hebben we een educatieafdeling voor. En die staan in contact met de scholen. Dus als wij een wedstrijd moeten spelen of er moet iets gebeuren... of jongens moeten meetrainen met de eerste die dan naar school gaan... Dan of iemand van 15 jaar wordt plots profvoetballer. Dat kan ook. Dan heeft dat implicaties en dan moeten we handelen... en dan leggen we dat neer en dan wordt dat geregeld. Ja. Je zei daarnet, er worden wel eens spelers van de Futures... naar de A-kern gehaald, naar de eerste ploeg gehaald. Is het soms ook andersom dat jij verplicht spelers van de A-kern moet opstellen? Ja, moet opstellen niet. Dat gaat altijd in overleg. Dus maar uiteindelijk komen ze dan terug en dan spelen die ook. Dat is ook hier de rol. Hè? Want ik ben ook van mening, het bestaat niet zonder... Dus deze futures bestaan niet zonder dat het eerste goed presteert. Want uiteindelijk draait het om wat ze in het Lottopark en in de uitwedstrijden
presteren. En wij staan in dienst van het eerste elftal. En als jongens dan terugkomen, dan gaat het in overleg van, joh, past het? Zit het de ontwikkeling van bepaalde andere jongens niet in de weg? De hoeveelheid keren, dat soort dingen. Dat bespreken we dan tot in de detail. Hmm. Dus hebben de introvragen, je spreekt heel regelmatig met Riemer. Ja. Ja, en met zijn assistent. Dus dat is niet... Brian is gewoon heel druk bezet. Maar we spreken dan vaak informeel kort. En over periode even wat langer over... Oké, hoe ziet het eruit? Welke jongens zitten eraan te komen? Wie verdienen het om eventueel met ons mee te trainen? Dat soort zaken. Als zij geblesseerden hebben, dan komen we even bij elkaar. En van oké, wie denk jij dat er klaar is om een stap te maken? Maar voor de dagelijkse dingetjes, want ook hier dagelijkse dingetjes, dan heb ik met Roel Clement als de assistent contact om dat soort dingen op te lossen. Dus voor het meer, de langere termijn en middellange termijn zit ik dan met Brian. En voor de dagelijkse dingetjes met Roel. Oké. Wie van hen volgt elke match van die Futures live? Ik denk iedereen. Dus de keeperstrainer zit er vaak. Roel is vaak aanwezig. Brian is vaak aanwezig. Oké. Dus, en als dat niet zo is, dan kijk ze het op MOVE. Of op, hoe heet dat? Nee, 11, sorry. 11. Ja, ja. 11 Movies, Sports, ja. Niet op MOVE. Ja, ik dacht al aan. Even, ja, nog even reclame even gemaakt reclame. Voor MOVE. Ah, dat was een opgave van de matjes waarschijnlijk, ik snap het. Die zei net voor die opname begon, denk ik, wel iets tof. Genre, waarom is er geen persconferentie momentje met jou? Er zijn genoeg mensen die Futures nu opvolgen. Het komt ook op tv. Ik heb... Door onze techniek gebied te strijden, frustratie. Hij had al lang niets meer kapot gedaan en het is echt ongelooflijk. 2000 euro erbij. Op zich, stel, het is maar een ballonnetje dat we oplaten. Riemer doet zijn wekelijkse babbel. En je krijgt daarna nog 5 minuten om even de selectie te doeken te doen. Ik weet niet wat... Nogmaals, het gaat niet om mij. Maar ik vind voor de supporters wel. Als het voor de club en voor de supporters goed is, dan vind ik dat prima. Maar daar ga ik niet over. Dus ik vind het... Op het moment dat de club het mij vraagt, zal ik het altijd doen. Maar de club heeft het op dit moment niet gevraagd. Maar, dus, en, ja. op zich moeten ze dat niet op dat moment. Maar we hebben tegenwoordig de social media kanalen draaien zo goed en zo volop. En die doen heel goed werk. Ja, voilà. Gooi het balletje op bij... ik heb hier nog nooit over nagedacht, maar gooi het balletje op bij Mathieu. Ja, maar dat is gewoon... Want ik had het gezegd, maar dat is iets dat... die Futures, dat leeft wel echt. Mooi. Ja, en ik vind dat gewoon leuk om te weten, waarom is die er niet bij? En dat is nu een beetje zo... Daar begon het mee. Je zei bij, net voor de opname, ik denk dat je de Greve als voorbeeld had aangegeven. Ja, Tristan is inderdaad nu... Tristan die, jij mag Tristan zijn. Ja, is inderdaad nu... We hebben al op Instagram heeft hem al een post van ons geliked. Dus er is al ver contact. Maar... maar dat was dan zo'n vraag. En dan plots zat hij dan op de bank bij de A-ploeg. En dan vroegen wij ons af, maar hoe raar is dat nu? Die heeft al weken niet meer gespeeld en zit daar op de bank. En dan bijvoorbeeld Tudor Mandela was dan ook plots een paar weken afwezig. Daar hebben we ook nog wel over hebben. Maar het is wel zo, we zitten in communities, online communities veel. En je merkt dan wel dat die dingen daar heel hard leven. Logisch, het komt ook elke week op tv sinds vorig seizoen al. En wij bespreken het elke week ook in elke aflevering. Dus. Ja. En we merken dat heel veel feedback daarop. Positief. Dat mensen echt wel... aangenaam verrast zijn en het gewoon leuk vinden om dingen over die Futures te horen. Dus dat ballonnetje bij deze hangt die nu ergens in de Lukaku. Was jij gewoon elke 2 weken bij ons 5 minuten komt vertellen hoe dat de blessure... Dat kan perfect. Dat is wel veel sleuren met dat gerief. Ja. Een beetje succes is elke keer dit om opbouwen. Ja, dat dan wel even schept uitgemaakt. Ja. Tijdens het paasweekend, dus volgende week als ik me niet vergis, neemt de U17 deel aan de Future Cup in het prestigieuze jeugdtoernooi van Ajax. Ja. Misschien even wat trivia daarbij. Anderlecht won dat toernooi in 2011, 2013, 2015. Vorig jaar de halve finales gespeeld. Uiteindelijk de 3e plaats gehaald tegen Juve. In de kleine finale dan. Hè. In hoeverre word jij betrokken bij de kernsamenstelling van zo'n U17 toernooi? Zo'n prestigieus U17-toernooi? Ja, nee, daar hebben we het wel over. Want we hebben het ook over die jongens. Weer de dagelijkse dingetjes en dingen die je moet oplossen. Wat is het beste voor het individu? Ook bepaalde individuen trainen al met ons mee. Spelen mee. die op dat toernooi in actie mogen komen. Dan is de vraag van wat is dan het beste? Is dan een prikkel in de Challenger Pro League beter? Of is dan de Future Cup het beste? En op basis daarvan maken we dan de keuze.
En dat gaat in samenspraak met de onder-18-coach, met Henk op dit moment, Henk Mariman. En dat wegen we dan zo tegen elkaar af. Er zitten dit jaar een paar gekkigheidjes bij. Ze hebben een paar regels aangepast. Hè? De intrappen. Ja, ze hebben, dat heb ik gehoord. Ja, van die, want op de Otter Cup hadden deden dit jaar ook mee aan de Otter Cup. En daar hadden ze ook van die 60 minuten netto tijd. En van die innovatieve regels om te kijken hoe dat is. Die niet meer ingooien. Ik denk ook de vrije trap mag nu naar jezelf gegeven worden. Kan. Dus je mag kort. Zoals hockey. Ja, je mag echt een man neerleggen en beginnen. Er waren 2-3 dingen. En iets met koppen. Of ik denk. Ook koppen ook, denk ik zelfs. Nee, dat kan fout zijn. Kan nu... Vrij trap koppen. Nee, het kan ik denk dat is het geheugen. Hoe zeggen ze dat? Geheugenvervuiling. Terry Okonda. Ja. Die had dat wel gekund. Ik ga zaterdag naar Futures Hub gaan. Oké. Okay. Ja, ik wil lang doen en... Ja, voilà. Ja, die mee willen. Een mooi toernooi, hoor. Ja. Ik hoop gewoon dat Nunzio speelt. Het zou heel leuk zijn tegen de andere min 17-jarigen. Gewoon alles kapot spelen. Dat is niet eerlijk voor die gasten, ja. Dat is dan wel jammer, want allee, als je de kat... Allee, dan, maar ja, op zich is het ook mijn jeugdtoernooi. Ja. Ja, dat zou wel leuk zijn. Het zijn andere doelen en andere... Ja, en voor veel van die gasten is dat misschien het mooiste toernooi dat ze ooit gaan spelen. Al naar gelang. Je hoort dan bij veel jeugdspelers die al dan niet zijn doorgebroken bij Anderlecht. Maar ook diegenen die daarna nog verdere stappen hebben gezet. Zeker die dat toernooi gewonnen hebben in die data dat ik daar juist gaf, dat die daar nu nog steeds wel met happiness op terugkijken en dat dat echt wel iets is wat hun getekend heeft. Ja, ik bijvoorbeeld bij Ajax hebben we toen ook de Future Cup gehad. Mm. En dat zijn van die ervaringen, dat is gewoon bijzonder. Dan word je de eerste keer voor, er zijn echt veel mensen. Ja, zeker. Zeker als het mooi weer is. Dan dat is de eerste keer dat je daaraan tentoongesteld wordt. En dat geeft een bepaalde feeling en... Het is, ik heb het nooit meegemaakt, hè, maar het is misschien wel hetzelfde als dat je je debuut maakt in betaalde voetbal. Dat zijn van die dingen die je vergeet je niet meer. Mm. Van die momenten dat speciaal is. En ik denk dat voor veel spelers de Future Cup speciaal kan zijn. Of andere toernooien die hoog aangeschreven staan. Mm. Omdat je dan aan andere dingen tentoongesteld wordt. Terwijl als je op de zaterdag speelt. Ja, dan, take, so. Dat is ook je eerste kans op echt top Europees voetbal. Hè? Juist. Dat is, Ja, zei je bij de intro vragen dat je denkt dat Nunzio en Gwanda als eerste de stap zou kunnen zetten? Nee, ik moest een keuze voor jullie maken. Ja. Ik ben niet lullig. Nee, maar Nunzio doet het gewoon goed. Oh, goed speler. Hij heeft al een keer bij de selectie gezeten, natuurlijk bij 1. Vandaar ook mijn antwoord. Mm. Omdat hij gewoon het onwijs goed gedaan heeft. Ik vond het echt heel jammer dat hij zo'n tackle te verwerken kreeg tegen Luik. En dat hij daardoor geblesseerd is geraakt. Hoe is het met hem? Ja, hij is echt goed op de weg terug. Dus, speelt hij nog dit seizoen? Ja, dat denk ik wel. Okay. Dus dat zou goed zijn als dat zo zou zijn. Maar er zijn nog meer jongens in onze groep die kans zouden kunnen hebben. Of al gekregen hebben, die Greef. Ja, Tristan, Monty. Colassin, Bouchouari. Dus dat zijn er al een aantal. Wat dat betreft. Maar de jonge jongen die nog geen debuut heeft gemaakt, denk ik dat hij dan de volgende kan gaan zijn. Zou kunnen zijn. Mm. Ja. Nunzio zijn allemaal zotter van toch? Mm-hmm. Ja, what's not to like? Ja, stel ik. Zo compleet, zo stevig. 15, 16 jaar, maar dat is al een brok. Ja. Een brok graniet, dat is nou, 16 jaar, hij is net 16 geworden. Mm. December volgens mij. Ja, ja. En. Wat die jongen, maar niet alleen dat, hè, fysieke voorwaarden, maar ook voetbal inhoudelijk is hij heel sterk. Leest het spel ook goed? We doen ook af en toe momenten dat spelers zelf voor de groep moeten presenteren wat ze gezien hebben uit de wedstrijd. Als hij geblesseerd is, doet hij nu met zijn broer, want zijn broer is ook geblesseerd. Doen ze samen een analyse richting de middenvelders. En om te zien dan hoe ze die jongens dat dan presenteren aan elkaar en wat voor inhoud er al aangegeven wordt op de leeftijd, dat is echt... Dat vind ik nu heel mooi, want kijk, al die analisten in België... kunnen er geen kut van. Dus jij bent eigenlijk de volgende generatie al aan het voorbereiden. Dat is mooi. Ja, dat is als het niet lukt... Je laat mensen Nederlands praten, jij leidt analisten. Ze doen het wel in het Engels, hoor, overigens. Ah, ja. Want er zijn een aantal Franstaligen, een aantal Nederlandstaligen, een aantal Engelstaligen. Dus dan is Engels de voertuig. Gewoon een keer Italiaans misschien, wie weet. Ja, we gaan het proberen. Ja. En anders doe ik het in het Italiaans, eens kijken hoe dat uitpakt. Ja. Zou handig zijn voor Oere. Oere, ja. Ik ga dat niet begrijpen, maar dat is hier. Inside joke. De oudste van de broertjes, Nguanda.
vertrekt eind dit seizoen naar Utrecht. Zeer mooie club. Op zich voor hem ook een heel mooie stap. Wij vinden het wel jammer dat hij nooit een kans gekregen heeft in de eerste ploeg. Ligt dat aan zijn talent? Ligt dat aan andere dingen? Hij is kapitein bij jou. Je schat hem duidelijk ook naar waarde. Nou, ik vind hem voor onze ploeg heel belangrijk. Is een jongen die veel loopvermogen heeft. Is een jongen die heel goed de duels speelt en kan spelen. Een jongen die prima aan de bal is. Heel veel voorwaarden heeft voor mij om gewoon een mooie carrière in het voetbal. En ik sta er ook niet verbaasd van dat een Utrecht hem pakt. Dat voetbal, ja, en dat voetbal ligt hem ook. Hè. Het is een club die hard werkt, stevig de duels in gaat. Ik denk dat hij daar goed op zijn plek zit. Kan ook wel goed voetballen, dat is niet alleen een stevige. Nee, maar dat als je een topkwaliteit van hem benoemt, is dat wel het duel spelen en dat giftige. En dat, ja. Dat is, zonder dat dat vuile... Dat nee, ik zou echt daar niet graag tegen voetballen. Ja. Hij is heel vinnig, heel scherp. Pitbull zo, ja. Ja. En ik begrijp me niet verkeerd. Hij kan ook goed voetballen, maar dat is een absolute kwaliteit. Ja, ja. Sprak die met jou op voorhand over een mogelijke transfer? Ja, we hebben het er wel over gehad. Had hij nog opties trouwens buiten Utrecht? Ik vermoed van wel. Ja, natuurlijk. Hij is transfervrij. Dus Utrecht was niet de enige club. Maar ja, goed, we hebben het erover gehad. Want ja, Nederland, ik ken natuurlijk de club Utrecht. De stad Utrecht, een beetje. Toffe stad. Ik zeg altijd dat hij in Amsterdam moet gaan wonen, maar volgens mij gaat hij in Utrecht wonen. Maar ja, nee, daar hebben we het dan kort over gehad. Maar ik vind dat ook de keuze van de speler. Ik zeg ook tegen hem, joh, luister, dat is mijn mening. Mijn mening kan heel anders zijn dan hoe jij het ervaart. Dus hou dat wel in je achterhoofd. Ja. Ja, als voorzitter van de fanclub vind ik het spijtig, maar ik vind het voor hem de logische keuze. Hij moet gewoon naar speelminuten op het hoogste niveau. En ik denk dat hij daar ergens zeker klaar voor is. Maar ja, Boban loopt er veel volk rond op die positie, ja. Dus dat is niet zo evident. Ja, dan worden de plaatjes duur, zeggen wij dan. We weten ook van Matthias, en dat mochten wij ook zeggen, dat Utrecht hem graag ook al had gekocht tijdens de winterstop. Dat er met hen is afgesproken, hij doet het seizoen uit. En in ruil moest Utrecht hem ooit verkopen, heeft Anderlecht recht op een doorverkooppercentage. Oh, dat wist ik niet. Dus op die manier is er ook wel weer goed mee gewerkt. Die jongen kan zijn stap doen, blijft nog het seizoen uit doen bij de Futures, waar hij belangrijk is. Iedereen kan daar wel bij varen, lijkt mij. Dus dan heeft de club dat wel goed aangepakt. Ja, mooi. Voilà. Je wist dat niet? Nee, maar ik vind dat ook niet belangrijk. Ik vind het belangrijk dat die jongen op de goede plek terechtkomt. Ja. En dat hij uiteindelijk voor zichzelf de goede keuze maakt. En wat daar allemaal voor consequenties aan zitten. Ja, soms hoor je het, soms hoor je het niet. Ik ga daar ook niet achteraan. Oké. Dat is wel echt belangrijk voor jou. Hè? Je hebt er al een paar keer naar gealludeerd. Je focust jou op ontwikkeling van talent en de persoon. En... Dat is volgens mij ook mijn job. Ja. We mogen het hopen inderdaad. Ja, kijk. We kennen figuren genoeg ondertussen van wie we weten dat die dat eigenlijk wel anders invullen. Maar ik denk dat dat ook wel een beetje een... Ja, ik denk dat je nu niet meer jeugdcoach of opleider kan zijn zoals 15 of 20 jaar geleden in België. Ik denk dat is gewoon gepasseerd. En ik denk dat dat bij Anderlecht altijd de lat wel hoger zal gelegen hebben. Maar je kunt nu niet meer bekrompen zijn en of niet de juiste accenten leggen als je met zo'n talent werkt. Het is wat hij net zei. De naam viel daar juist Tudor Mendel. Werd begin dit seizoen wat gehyped onder fans voordat ze die nog maar een seconde hadden zien spelen. kwam over van de jeugdploegen van Chelsea. Misschien nog eens even meegeven. Niet onverwachts, maar die heeft zich wel wat moeten aanpassen. Ja, dat is ook heel logisch. Hè? Die jongen is ook nog maar 18. Hij komt vanuit een kick rush cultuur, hoorden wij. Nee. Ik weet, ik kende de trainer die zit bij mij op de cursus in Engeland van Chelsea. Daar heb ik ook over gesproken. Dus ik kende de achtergrond een beetje van Tudor, die ook goed geschoold is. Dus de kans die hij hier kreeg en het niveau waarop hij hier terechtkomt. En de manier van spelen is anders. De dingen zijn anders in je normale leven. Dat heb ik zelf ervaren in Engeland. Dat je naar een supermarkt gaat en je wil taugé halen. En ik heb geen enkel idee hoe dat in het Engels is. Dus hoe leg je dat dan uit? Nou, dat zal hij hier ook wel hebben met basale dingen die dan gebeuren in zijn dagelijks leven. Je bent weg van je familie. Eerste keer ooit. Precies. Hij raakt ook nog geblesseerd. Dus dan
is dat een optelsom die gewoon tijd nodig heeft. Mm. Hoe gaat het met... Zeg maar. Sorry. Ik weet nog dat ik de filmpjes zag van voor ik kwam. Zo'n typische jeugdspeler waar ik altijd... Ja, niet op hem, maar gewoon in het algemeen zijn we mijn grote pet peeves bij hele goede jeugdspelers. Die kon gewoon 45 minuten zelf de bal bijhouden en gewoon nooit een bal afgeven. Hoe krijg je dat ooit uit een speler uit? Hoe begint je eraan om zo'n speler duidelijk te maken dat... Want dat gaat ook al heel vaak gezegd geweest en in het verleden ook. Nee, ja, dat klopt. Nee, wat je hebt vaak is dat je jongens hebt die gewend zijn om de beste te zijn. Mm-hmm. En zeker op dit niveau word je gelijk uitgevonden. Hè? Dus je krijgt twee keken en dan moet je herkennen. Nu moet ik sneller gaan spelen. Tegen Lommel vond ik het ook bijvoorbeeld. Dan hebben we te veel momenten dat we nog te lang lopen met de bal. Maar dat is al veel beter dan in het begin van het seizoen. Maar dat moet sneller. En ja, dat heeft tijd nodig. Dat heeft de ervaring nodig. Heeft fouten nodig. En op de trainingen hameren we daar ook op. Doe je bepaalde oefeningen met een x-aantal keren raken of juist niet. En dat je bijvoorbeeld de tegenstander dan een beetje provoceert om hoog druk te gaan zetten. Zodat ze niet die aantal toetsen kunnen hebben. Zodat je... Als je daar duidelijk op maakt, momenten leg je stil, je laat het zien op beelden. Je bent er continu mee bezig. En dat is onderdeel van het leren winnen. Het is niet alleen maar hoe maak je goals. Maar in wat voor momenten neem je een extra touch? En wat voor momenten doe je het juist niet? Want het gevaar is als je zegt, nou, je mag alleen maar 1 of 2 keer spelen. Ja, dan gaan ze dat doen. Maar dat is op zichzelf ook niet altijd goed. Want soms is het goed om hem uit te stellen, te binden. En... Dus dat is een heel fijn iets. En dat gaat gepaard met heel veel... tijd, aandacht. Maar ik ben wel van mening dat de voorwaarde is dat je het moet kunnen. Mm-hmm. Want als je het kan, dan kan je het ook gaan toepassen op het juiste moment. Ja, Tim is zelf ook nog jeugdtrainer geweest bij het prachtige Oud-Heverlee Leuven. Hoe pakte jij dat vroeger aan, Tim? Van Pingelaar, ik had geen enkele speler die een man voorbij kon, dus voor mij was dat vrij gemakkelijk. Daarom dat je bij OSL zat waarschijnlijk. Ik kan geen enkele naam opnoemen momenteel, ja, dat is jammer. Mendel is in ieder geval op speeldag 2 scoren ook tegen Dender. Was dat scoren meteen de winning goal, dus dan stond er ergens weer die hype die er al wat was. Is nog 6 maal gestart daarna, weer wat het beeld verdwenen. Viel weer in tegen Lommel, je zei het juist zelf. Hoe gaat het met die jongen? Want veel gebeurt op een jaar tijd, nieuwe cultuur en al die dingen. Ja, het gaat stapje bij stapje een stuk beter. En daarom krijgt hij nu ook weer de mogelijkheid. Nadat hij eruit is geweest, is hij geblesseerd geraakt. Ja, ja. Dat hij hier binnenkwam, kwam hij ook met een kleine achterstand binnen. Hè? Dus we konden pas tegen Dende brengen voor 30 minuten uit mijn hoofd. Zoiets. Maar ja, stapje voor stapje zien we een goede ontwikkeling in wat wij willen zien van hem. En daardoor dat hij mondjesmaat weer kansen krijgt. Maar aan de andere kant, hij moet het ook weer volhouden. Want de andere jongens kloppen ook op de deur. Want ik vind dat het niveau op training, niveau op het uitdagen van elkaar op en naast het veld is hoog. Dus ja, het is ook uiteindelijk een strijd voor de survival of the fittest. Moet je elke week en elke training weer bewijzen. Ja, hetzelfde eigenlijk met als ik de naam juist uitspreek, Goto, die Japanse spits. Andere mentaliteit, andere cultuur. Andere taal. Ja, ik wou net zeggen, spreekt die heel deftig Engels. Andere type van voetbal, ook. Een heel ander type van voetbal. Ja. Maar ook de communiceren is de eerste ding wat je met hem moet gaan doen. En hij is wat dat betreft echt heel geweldig voor een trainer. Zeker in het begin kwam hij naar boven toe en dan had hij zijn telefoon mee met de translate, want hij kon zichzelf niet goed uiten. Dus dan zaten we al 45 minuten niet te appen, maar dan translate en dan bord erbij en dingen laten zien. Dit verwacht ik. En hij kan het ook toepassen. Op de training is het dan, begrijpt hij het soms niet en dan is het even laten zien. En voor mij als coach is het ook heel interessant om een keer mee te maken hoe je dat dan kan aanpakken. En omdat je mijn Engels is relatief ver gevorderd, denk ik. Zonder een bepaalde arrogantie te willen hebben. Maar je bent Nederlander, dan mag. Ja, dat past mooi. Dan is het goed. Dan is het geaccepteerd. Ja. Maar je was alweer met dat Frans. Fantastisch. Fantastiek. Ja, zo ongeveer. Nee, dus we hebben met hem is het dan hoe... Ga je het zo makkelijk mogelijk ook nog in het Engels? Dus je doet gewoon 3 woorden waarvan je zeker weet... Dat snapt hij en dan snapt hij de zin zelf ook wel. Mm-hmm. Zo, dus ook tijdens wedstrijden probeer dat zo te doen. Mm-hmm. Als er iets in de rust is wat we dan kunnen fine-tunen, is dan weer die telefoon erbij of bord erbij, zodat je het kan uitbeelden.
Zit hier zonder familie? Of? Zijn moeder is hier een tijdje geweest. Volgens mij gaat hij binnenkort weg of is hij net weg. Oké. Okay. Wel een serieuze stap voor een gast die dan ook de taal niet goed beheerst. Absoluut. Maar wat hij heeft wel... Normaal zijn Japanners heel... Timide. Ja. En dat heeft hij wat minder. Hij heeft wat meer bravoure. Hij klopt ook op de deur, maakt een geintje met spelers. Gaat ook zelf met het openbaar vervoer naar Gent. Want daar heeft hij dan weer mensen die hij kent. En, okay. Dus wat dat betreft past hij zich heel goed aan. Leuk. En dat is ook wel een van de dingen die we in de gaten houden. Want dat is wel belangrijk om ook als voetballer, als je je prettig voelt in het normale leven. Dat je, vooral die aanpassing van het Japans openbaar vervoer naar het Belgisch. Oh, ga maar hier, ja, een verschrikking van je welste, denk ik. Dat is waar. Je zet hem nog niet in moeten gaan halen, omdat de trein niet reed of de bus niet reed. Ja, nee, dat is nog niet gebeurd. Okay. En hij heeft ook nog een fiets, dus soms komt hij op de fiets. Maar Jan? Ja. Maar het is wel mooi om dat te zien. David en ik zijn met hem gaan eten. Gewoon om even wat meer tijd voor die jongen te maken. Mm-hmm. In een Japanse restaurant hier in Brussel. Okay. En die had hij uitgezocht. En ja, als je hem dan ziet in het Japans communiceren. En met de dan is dat ook weer een heel andere jongen. Dus het is wel interessant om dat dan weer te doen. Gaat hij blijven? Zijn er al gesprekken? Nee, nog niet, want dat is tot einde van dit jaar. Ja, dat is mijn nieuwe jaar. Ja, niet het seizoen, maar het jaar. Ja, die hele spits situatie heb ik heel veel vragen online over gezien van mensen die zich afvragen. Heel de Jor, Kotto, wat daar... Oure. Wat daarmee van plan is met wie gaan we voort en wie gaan we niet voort? Wie gaat de voorkeur krijgen? Wie ligt momenteel in balans? Wat ik net ook al zei, dat is week voor week afhankelijk. Ja. Want wat je ook weer hebt, is de dagelijkse dingetjes weer. Hè? Dus wat komt er terug van één? Wat is er nog bij de onder 18 wat eventueel? Of in onze eigen ploeg wat eventueel in aanmerking komt? Tegen welke tegenstander speel je? Wat zijn de zaken die om het voetbal spelen? Hoe is de medische status? Maar uiteindelijk spelen de beste. Dus dan ga ik een mix proberen te verzinnen dat linkt met de speelwijze van één. Linkt met wat wij altijd gedaan hebben. Maar wel met de jongens die verdienen om te spelen. Mm-hmm. Hoe is het met Your, ja. Hey, want die is ook geblesseerd geweest. Hè? Ja, die had zijn hamstring. Die heeft de laatste 10 minuten tegen Lommel meegedaan. Ik heb Lommel echt maar een stukje gezien. Shame on me. Gewoon een leuke match. Ja, de stukken dat je zien waren goed, maar ik had... Ja, dat was een zeer leuke match. Baby duty. Dus, dat was soms moeilijk. Nee, en die komt langzaamaan terug. Oké. Okay. Want hij heeft ook maar tot het eind van het seizoen contract, dacht ik. Ja, maar volgens mij wel met een optie. Oké. Ja. Goto blijft wel zijn goaltjes maken, trouwens. Voor iemand die de taal niet spreekt, vindt hij wel... Nee, maar hij, die jongen moet nog... Ik vind nog veel beter doen. Hè, anders zit hij hier ook niet. Ja. Maar als je ziet ook zijn progressie in een korte tijd... waarin de aanpassingsperiode vaak is de 3 maanden... is dat zeg maar het is de moeilijkste, hè, de eerste 3. De eerste 2-3 weken is geweldig, want dan zit je op een roze wolk. Mm. Een beetje hetzelfde als mensen zeggen over het huwelijk. Hè, maar goed, ik weet het niet. Dus daarna wordt het moeilijker, want dan heimwee of bepaalde bevestigen. Dingen vestigen. Dat soort zaken komen dan aan de orde. Als je dan ziet wat hij in die periode al doet, vind ik het behoorlijk knap. Ja. Je zei, ik had een andere speler uitpikken. Ik denk dat jij maar straks Katje noemde. Katje. Nathan de Kat. Och, toch geen 15, maar ik denk dat hij groter en breder is dan mij. Ja, dat denk ik ook. Ja, normaal. Nee, dat is gewoon zijn bijnaam. Sophie, dat heb ik hem een keer genoemd. En dat was grappig. Dus nou, dan blijf ik dat volhouden. Ja. Maar Nathan die blijft me verbazen wat dat betreft. 15 jaar tegen SL6 eerste minuten gemaakt. Dat was niet zo... We waren met vrienden op café gaan kijken, die match. En ik zei... Want ik kende hem al. Ik had hem bij de U15 al zien spelen. En ik zei, jongens, houd hem maar in doog. Echt. En hij was toen een beetje ongelukkig. Nerveus misschien? Of want sinds dan is het echt stijgende lijn. Hè? Ja. Want de tweede match hadden echt terug die rust. En waarvoor dat hij... En de simpele dingen doet hem gewoon altijd... Dat lijkt gemakkelijk, maar zo goed. Mm-hmm. En dat tegen SLC zo bijvoorbeeld een corner die niet goed was of zo, die dingen. Of een vrije trap. Dat op een gegeven moment zo'n bal die hoog wegdwarrelde, dat ik dacht van... Maar dat gebeurt normaal niet. Ja, wat je vooral hebt met iemand met die lengte, is dat
als het echt niet loopt, dan lijkt het zo'n beetje crouch op het middenveld te zijn. Nee, dat wordt dan wel grappig. Maar ja, geweldige speler. Die jongens zijn ook nog niet helemaal volgroeid. Hè? Dus nee, dat is ook nog daarmee maar te maken. Heerlijk een tandem. Dat is waar. Oh, mijn god. En een heerlijke stijl op zichzelf ook. Jezus, dat is echt hoe modern middenveld. Want die, die kan ook op veel posities spelen. Waar zie je hem, vroeg om te zeggen, ik weet het, waar zie je hem misschien naartoe evolueren? Nou, zoals hij nu speelt, denk ik dat het uiteindelijk zijn beste positie zal kunnen zijn. Mm. Nogmaals, hij is 15, dus... Die kan nog groeien. Maar zoals hij nu speelt bij ons al in de Challenger Pro League... We willen daar eigenlijk niet te veel druk op leggen of niet te veel hyperen, want hij is echt een jonge gast. Maar zo'n talent zie je ook niet elk jaar. Hij is net zoals alle andere jongens die bij ons in het team spelen. Hij moet het ook nog maar bewijzen. Hè? Dus, wat hij wel heeft... Zijn naam circuleert al lang onder de jeugdvolgers. Als groot talent. Een volwassenheid ook. Op 15, dat soort van rust en vista-overzicht. Kijk bij ballennamen rond hem. Het is echt schitterend. Dat is echt heel cool. Inderdaad, die tanden met Tajouar. Ja, dat is een goede mix, denk ik. Je kan altijd verder mee voetballen. Hè. Vanuit achteruit kan je ermee verder voetballen. Nathan en hij zijn slimme spelers. Dus ook in het verdedigen lossen ze veel samen op. En als je dus een taak meegeeft, dan kunnen ze dat ook uitvoeren. Dus het is heel fijn om tot je beschikking te hebben. Ja. Zalig tot je beschikking te hebben, ja. Is er nog een jeugdspeler, jongens, die we hier niet hebben belicht, dat je denkt, dat ik hier zit, ik ga daar iets over vragen. Je kunt heel de lijst afgaan, kwijt. Ja, er zijn zo'n paar... Dat is ook een deel van de puzzel leggen. Hè? Van, je gaat dan, je kiest voor, is dat dan een positie dat je denkt van oké, daar hebben we niet veel, daar gaan we nu voor misschien iemand die, waar we van weten, die haalt het eerste niet, maar we moeten wel... dat is een stout om namen te... Ik vind dat niet leuk, maar bijvoorbeeld iemand als... Nee, je moet er geen namen op plakken. Je kunt gewoon niet al dan... Ja, nu ben ik de kluts kwijt. Steven, stop eens met tekens doen. Je moet in de microfoon praten, Kenny. Okay. Met spelers die in C waarschijnlijk nooit de eerste ploeg van Anderlecht halen, maar die als geraamte wel belangrijk zijn om bij de futures te blijven, om de lijnen mee te blijven uitzetten. Een jonge Hubert. Dat soort spelers, zou ik aan het denken. Nee, ik heb een paar spelers gehad waarvan denk ik dat de spelers zelf misschien niet echt geloofden dat ze bij Anderlecht zouden kunnen doorstromen in het verleden. Maar het lijkt me logisch dat je die spelers nodig hebt. Hè, dus. Je moet uiteindelijk een elf vinden die nog min of meer competitief is. Als je 11 jongens hebt die naar het eerste kunnen, dan heb je het heel, heel, heel goed gedaan. Maar dat bestaat niet. Nee, is dat. Nog niet ik vind Bahou vind ik ook echt... echt... Dat wist ik ook al dat hij er zat aan te komen, maar wat hij doet nu, vind ik ook wel indrukwekkend. Sabtaoui. Ja, dat is wel een gek verhaal, hè? Want die heb ik ook veel zien spelen vroeger en daar had ik het nooit niet gezien. Allee, deze heenronde. Want hij heeft het nu wat moeilijkere terugvallen gekregen, wat denk ik ook niet abnormaal is. Maar was dat nu iemand die voor het seizoen, waarvan jullie van dachten, die kan wel een belangrijke rol spelen? In de voorbereiding begon dat wel te gaan leven. Ja. Want hij deed het daar echt heel goed. Mm-hmm. Daarom heeft hij ook altijd... Ik denk dat hij de jongen is met de meeste minuten bij ons. En heeft hij ook afgedwongen zelf. En dat was wel voor mij en voor de rest van de staf duidelijk dat hij, ja, als hij zo door blijft gaan, dat hij... Ja, ik had niet verwacht dat hij het zou brengen wat hij nu brengt. Mm-hmm. En de stappen die hij gemaakt heeft, want daar ben ik ook heel tevreden over. Maar dat hij een bepaalde rol zou spelen in ons team, ja, zeker. Oké, toch. In de vorige aflevering hebben wij kort even Van Hoete aangeraakt. Ik denk dat Tim, dat jij toen zei, ik vind het moeilijk om jeugdkeepers te gaan beoordelen. Is wel altijd een talent geweest. Vroeger ook al, wil ik zeggen. Ja, maar die komt terug ook van een lange blessure. Ja. Dus die is... Is hij dus zes maanden uit geweest of zeven maanden. Mm. Dus ja, die komt terug. Die heeft nu de afgelopen wedstrijden na de winterstop gespeeld. Persoonlijkheid, hè? Ja, een goede persoonlijkheid. Ook een goede jongen voor de groep. Helpt. Hij is natuurlijk nu een van de oudere jongens. Dus ja, die helpt die jongens ook. Zet ze op hun plek neer. Dus dat...
is ook een goede toevoeging voor deze groep. Yes. Wat brengt hij naar bij je toekomst, future voor jou, Marink? Oh. Ik heb nog een naam. Jesus. Die, ik ben grote fan van Conte. Och, Barry. Ja. Nee, niet Barry. Aboubakar Conte. Oh. Barry, jij bedoelt Barry, de zoon van Coppa. Mm. Ja, daar ben ik ook fan van, want die doet al mee met de Future. Ja, ja. Dat zag je al bij de U16 van, ja, bon, daar staat zo'n kop op, zo'n leider, zo slim. Roel heeft hij ook gehad bij de U16. En dat was dat echte patroon. En die speelde daar op middenveld, centraal van achter. Maar dat was ook de ploeg van met Conte dan. En ik verwacht die volgend seizoen wel. Dat zou kunnen. Ik ben fanboy. Dat zijn van die dingen. Ja, jij kunt daar ook geen uitspraak over. Wat ik wel kan zeggen is dat zijn ontwikkeling ook heel goed is. Mm-hmm. En dat hij de stappen maakt die hij moet maken om volgend jaar aan de deur te gaan kloppen bij ons. Ik had ook wel gehoord dat het van iemand die we ook al hebben genoemd voor de podcast, dat hij ook wel een beetje een handleiding heeft. Dat het er wel... Dat er wel allee, dat het, maar je houdt van karakters. Dus ja, dat het nu beter gaat, maar dat er wel al fel mee gewerkt is. Ja, natuurlijk. Maar ik moet ook zeggen, dat doen we met zoveel mogelijk en met bijna iedereen. Hangt ook een beetje van de persoonlijkheid af, de mate waarin. Maar op de trainingen moeten we hem af en toe kort op zijn huid zitten. Want hij wil nog wel eens uitschakelen. Ja, dat mag niet. Maar dat ook, zijn de dingen is die... Zo compleet, hè? Ik vind het een heel interessant profiel, ja. Jongen, die kan alles. Dat is echt... Dat is echt... Je praat al als een trainer. Dus de persconferentie is dat allemaal... Maar dat hoeft niet. Maar daar heb ik echt... heel veel verwachtingen. Ja, en ik normaal... Ja, maar we hebben hem wel veel genoemd, hè. Maar... Ja. Wat ik die al heb zien doen, en die speelde bij Roel Clement ook overal. Die speelde echt, en dan begon die op rechtsbakken, dribbelde die heel ploegen, heel plein over, en dan gaf die assist aan de andere kant. En dan ging hij rustig terug trippelen. Ja, dat was fantastisch. Ik vroeg het daar te zijn, iemand nog een naam wil troppen hier zo. Ze willen niet weg, dus ik... er is zoveel. Ja. Wat brengt er dan bij de toekomst, de future voor jou? Ik ben hier sowieso nog een jaar liggen onder contract. Mm. Ja, en dan is het kijken wat is op dat moment dan de juiste stap. Het moet ook allemaal juist zijn in de zin van privé en werk moeten goed gecombineerd kunnen worden. Mm. Zoals ik al aangaf, ik heb een vriendin die half Italiaans is, maar ze is ook behoorlijk ambitieus. Dus daar moeten we een goede balans in vinden. Hoe gaan we dat dan wegzetten? En hoe gaan we dat doen? Niet in het voetbal, begreep ik al. Nee, gelukkig niet. Nee, die zit in de modewereld. Dus, Okay. Dus het zal AC of Inter Milan worden dan. op korte ik ben termijn. Wel gecharmeerd van het Italiaanse voetbal. Voilà. De vader is onwijs een Sampdoria-fan. Oh, mooie club. Heel mooie club, ja. Hij heeft me van de kerst daarmee naartoe genomen. Hij is ook een ultra. Dus toen heb ik dus in de harde kern gezeten daar. Ik kijk voetbal echt met gewoon focus op tactiek en dat soort dingen. Maar ik vond het geweldig om daar een keer tussen te zitten. En de hele families daar. Ultra's is echt wel anders dan hier in het Noord-Europa, zeg maar. Maar dat was heel leuk om een keer mee te maken. Je zegt, ik zat ertussen, maar je hebt niet gezeten. Hoe moet ik daar? Nee. Ja, dan zie je helemaal niks. Dus je moet staan en je moet die mensen een beetje van je afhouden. Want maar geweldig. Allemaal zingen en weet ik het allemaal. Dat dus ze zijn gezakt. Het is tweede Serie B. Serie B nu. Sam. En ik doe mijn cursus in Engeland. Ik ben veel in aanraking geweest met Engeland natuurlijk. Dus uiteindelijk zou ik daar ook nog wel een keer naartoe willen. Dus die twee competities... Ja, dat lijkt me heel mooi. Champions League, zei je daar straks. Ik heb iets gelezen in een interview dat je dat had verteld. Dus ik dacht. Ja, maar dat was meer van, wat wil je? Ja, ik wil uiteindelijk het zo hoog mogelijk halen. Dus uiteindelijk een keer Champions League lijkt me echt waanzinnig. Mm. Maar ja, dat is niet voor iedereen weggelegd. Mm. Maar dat is wel een doel en een ambitie om uiteindelijk te komen. Ja, als je nu toch even mag dromen, die droomclub. Want ik denk dat je daar straks voor te lachen zei, Barcelona of Real Madrid. Nee, ik heb niet per se een droomclub. Het is meer voor mij, en dat is misschien een beetje raar, maar ik hoop ooit een keer dat je een groep hebt dat echt een groep blijft en dat je daar een bepaalde prestatie mee kan hebben die ook weer heel, die je altijd zal onthouden. Mm. Dat vind ik altijd het mooie van dit werk, dat je
dingen meemaakt met elkaar onder hoge druk. Ik noem een Zulte Waregem uit dit jaar. Ja. Dat vergeet je niet snel. Nee. Want dat was een mooie wedstrijd. Een mooi moment. Waarin je een groep ziet, een groep samen ziet komen. Voor mij ook een moment dat je de groep echt samen ziet komen. Ja, hoe ze ook de doelpunten vieren. Hoe ze met elkaar naar de wedstrijd zijn. En dat groepsgevoel, dat bijhoren met elkaar. Dat is voor mij het allermooiste. Dus uiteindelijk in de Champions League op een hoog mogelijk niveau. Maar dat zijn wel de dingen waar ik echt van kan genieten. Een verhaal schrijven. Ding. Ja. Ook een voetbalcarrière is zo moeilijk. Allee, je kunt dat niet plannen. Hè. Nee. Dus, allee, als speler is dat al onmogelijk om te zeggen van, allee, ik wil ooit bij die club spelen of ik heb mijn droomclub, is die club. Ik denk als coach is dat nog gekker. Allee. Voor hetzelfde geld is binnen 2 jaar club next. Hè. Ja, voilà. Hoe is je het Vlaams? Hij is vriend van de show, mogen we er een grap over maken. Ik heb toen in Roeselaar gezeten. Ah ja, je kent het wel. Dat West-Vlaams, daar maak je helemaal geen kaas van, zoals Nederland zeggen. Dat is echt, daar maak je geen kaas van. Nee joh, dat is heel... Op zich is het wel handig, dan kun je gewoon Gotto meenemen. Dat is ongeveer hetzelfde voelbaar. We moeten toch wel vertalen voor één iemand, kunnen ze het even hoeven te weten doen. Het is waar. Is er iets over de future dat we hier niet hebben aangeraakt, dat je dacht, allee, daar gaan die mannen wel over bieden? Nou ja, de benoemen van wat ik altijd veel belangrijk vind is dat, ja, ik zit hier nu, maar de hele staf doet het. We hebben net David Hubert genoemd, maar ook de andere mensen die achter de schermen werken leveren echt puikwerk. Dat wil ik wel benoemd hebben, dat die mensen, dan mag ik ook de naam noemen, ga ik ook gewoon de naam noemen. Dus een Willem Moens die... Ja, die jongens fysiek onwijs goed voorbereid. Met die gast in de gym werk samen met Brecht. Brecht, ja, van Isterdaal. Ik vind dat een moeilijk achternaam. Spreek je dat heerlijk uit, ja. Ja, dus die werken met z'n tweeën fantastisch samen. Brengen de jongens op een niveau in de gym, in het fysieke gedeelte, die ja, heel goed is. Hubert Lemaire, die de warming-uppen verzorgt, die hier echt een... Ja, gewoon mauve-bloed heeft, zeg maar. Het is helemaal paars. Die, ja, de discipline, de respect. Hij ademt Anderlecht. Die dat aan die gasten meegeeft. Dan hebben we Jan Verlinde. Die ervoor zorgt dat die jongens vanuit school. En alle extra individueel, extra sportief. Dat die dat op zich neemt. Het is wel een moeilijke naam dat je daar nu noemt. Wat? Verlinde. Ja, dat is... Ja, formatieve tekst. Ja, einde verhalen. Ja, nou ja, goed. Ook hier, dat zijn de dingen die gebeuren. Mm-hmm. Maar hoe Jan zich ook daarna nog steeds voor deze gast inzet, is echt geweldig. Tuurlijk. En dan hebben we de keeperstrainer Nico Nerings nog, die met die keepers gigantisch bezig is. En dan staat hij weer een oefening uit te zetten. En dan denk ik, jongen, al die dingen die je neerzet, maar de kwaliteit, de detail, geweldig. Mm-hmm. En... Tina Gerardijn, die de teammanagement op zich neemt. Dus al het extra sportieve met het team. En de videoanalyst Regis Kangafu, die uit Engeland is overgekomen. Had geen ervaring in het voetbal. Hebben we opgeleid in hoe die jongen zich ontwikkeld heeft. En wat hij nu toevoegt aan de staf en aan het tactische gedeelte. Dat is echt, ja, fantastisch. Dus iedereen, ik heb David al genoemd, dus vandaar dat ik David nu niet noem. Ja, daar ben ik heel blij mee. Top. En ik vind dat ook belangrijk om te noemen, want ik zeg altijd, we doen alles samen en dat geloof ik ook echt. Want zonder die mensen, dan kunnen we het niet leveren wat we nu leveren. Mooi. We hebben daar net al het ballonje opgelaten van die persconferentie. Maar hoe ambetant is het om op de heizel te spelen, op een lege heizel? Ah, goeie vraag, ja, inderdaad. Dat is toch een beetje jammer... Beetje veel. Ja, nou ja, goed. Ik vind het... De thuisrecord spreekt voor zich. Mm. Waarvan we er denk ik 3 punten hebben... of 4 punten hebben gehaald... in het Lottopark. Ik vind het... niet een decor die... echt aanspreekt... en een ambiance uitademt. Aan de andere kant... Ja, dat heb je wel. Dat moet je ook mee omgaan. Mm. Is het ideaal? Is het dat soort dingen? Nou, ik denk dat het beter kan. Het is nu zo. Ja, het is zo, dus we moeten ermee dealen. En daar moet je mee omgaan. Hm. Uiteindelijk, stel dat er weer een keer corona uitbreekt, moet je er ook mee omgaan. En, of iets gelijks. Dat er geen supporters in het stadion moeten komen. Ja, dat is een beetje hetzelfde idee als dat ik had toen we met Vitesse in coronatijd speelden.
Ja, ik vind dat gewoon... Allee, het zou... Ja, misschien meer uitnodigen als er ja, iets kleiner, iets gezelliger. En nu is het altijd zo precies, ja... Spook. Allee, ik vind dat zo wel spook. Ja, vol of leeg. Hijzel is altijd. Ja, hijzel is altijd onaangenaam. Kut. Maar, bon, ja, daar heb ik geen ervaring mee met de vol hijzel. Maar ik geloof dat... Ik vind het ook met die... We hebben toen met Vitesse in het Stadio Olimpico gespeeld. Ja. Dat heeft nog echt wel sfeer. Maar dan moesten ze echt wel hun best doen om daar echt nog een bepaalde sfeer in te krijgen. Want met zo'n atletiekbaan eromheen... Dat, ja, nee, dat is altijd. Je ziet ook gewoon echt meters van het veld verwijderd. Je ziet amper wie er aan het spelen is. Het is niet zo naar volgend seizoen toe dat je nu al weet... We gaan het proberen anders in te vullen. Nee, daar hebben we het wel over gehad. Dat, het stadion van Union huren. Ze mogen ook eens iets terug doen. Hè? Ja. Maar ik weet niet wat daar de uitkomst van is. Ja, soms wordt daarom gevraagd en dan geef ik nog mijn mening. En... Nee, maar het zou... Allee, zoiets als Roeselaar en nu wat Club Next speelt, dat is misschien zelfs nog een beetje... Allee, maar dat is eigenlijk ideaal zoiets. Hè? En ik denk dat er misschien in Brussel wel ergens een vergeten parel is. Dus voilà. Daar hebben jullie meer inzicht in dan ik, heren. Ik wil gerust scout gaan spelen een voor het taskforce heen. Beginnen om nieuwe thuis te hebben. De velden van Bonaire. Ja. Oh ja, nee. Dat, We gaan de reguliere opname hier stilaan gaan afronden. We zitten hier trouwens wel in zaal Lukaku. Heeft elke zaal hier de naam van een oud-speler? Ja, volgens mij veel zalen hebben wel een naam die refereert aan het verleden. Ja. Heb je ook de zaal in Grand Voula? In de zaal. Dus Zetterberg en Schifo. Ja, zeker. Ja. Dat zijn redelijk kleine spelers van de club. Oh, ja, nee, dat... Dat dacht je wel, ja. Dat dacht ik al. Wat gebeurt er normaal in deze ruimte? Ontvangst. Van ouders of van mensen. Soms worden hier ook presentaties gegeven aan ouders of aan spelers. Hm. Dus ja... En soms wordt het gebruikt als dus multi-inzetbaar, als koffie. Ik vond het heerlijk vaag ontvangst van mensen. Ja, nee, ja, van mensen van buitenaf. Dus laten we zeggen extended. Ouders. Of, okay. Of tegenstanders die dan hier na de wedstrijd een broodje komen eten. Okay. Polyvalente ruimte. Ja, zo is het. Mooi woord. Ja, toch? We gaan... Speciaal voor onze Patreons gaan we zelfs met jou ook nog een klein opnametje doen. Speciaal een aantal vragen die voor de steunende fan van de Café Constant zijn bedoeld. Jongens, nog een uitsmijtertje. Nee, ik vond het aangenaam. Ik vond het leuk om bepaalde dingen een keer belicht te zien. En ik denk dat we veel mensen een keer een plezier hebben gedaan om u een keer aan de micro te zetten. Want voor veel mensen wie is die man nu? En van, ja, maar dat is zwaar, het. Ja. Ik weet in iemand zin dat ik soms moet kijken. Ja, ik kon daar geen gezicht op kleven. En dat is een coach, oké. Maar en ik denk dat we ook gewoon dankje mogen zeggen naar hele stad, maar ook naar wat jullie dit jaar weer doen. Ik denk dat het vaak... Allee, het is geen opgave om naar de shootjes te kijken. Het is de kamer van de club, om het zo te zeggen. Maar het is in het verleden wel anders met periodes moeilijker geweest dan nu. En ik denk bijvoorbeeld zoals nu, afgelopen weekend. Ik heb het niet helemaal gezien, maar ik las het weer overal dat het pure reclame was voor zeer leuke match. Challenger Pro League. Ja. En voilà. Ja. Complimentje. Dankjewel. Bij deze. Heb je nog iets aan toe te voegen? Ik ben eens even snel aan het kijken. Het shirt. Ja, hebben we dat nu eigenlijk al? Ja, dat is volgens mij heeft Steven dat gepikt. Vertrouw hem niet even. Hij gooit camera's kapot tegenwoordig. Verstopt zich achter het scherm. Hij is al aan het lachen. Dus, ja, dat belooft waarschijnlijk. Ja. Sorry voor alle fans die in zijn val gelopen zijn, maar ik zet zijn adres in de show notes en jullie kunnen daar verhaal gaan halen. We houden jullie nog maximaal een paar weken aan het lunchen. En dan, en daarna misschien nog iets langer. En de sponsors? Yes, oh wel, ik hou het niet. Moof, Joma en... Lamb Twist. Thanks, guys. Waarvoor denk. Nog een laatste vraagje aan jou, Marink. Kende jij ons eigenlijk? Ah ja. Nou, ik heb dus de podcast van Robin geluisterd. Aan de voorkant kende ik jullie... Niet. Toen ik het verzoek kreeg van Matthias, zei ik, ja, tuurlijk, geen probleem. Dan ben ik me wel voor gaan bereiden. Dus ik heb wel gezien met wie jullie gesproken hebben en eventjes geluisterd naar de podcast. Waar uit Nederland ben je trouwens? Want van de voorkant is iets wat wij in Vlaanderen nooit zeggen. En ik ken redelijk wel Nederlanders, maar ik ken die uitdrukking. Ik kom oorspronkelijk in een dorpje onder de rook van Alkmaar. Oké. En ik... De voorkant. Ja.
We hebben ook de achterkant, hè? Dus, ja. Dus aan de achterkant kan je dan zeggen van het was een mooie en leuke uitzending. Ja. Ik heb daarna met die periodes in het buitenland denk ik ongeveer 10 jaar in Amsterdam gewoond. Mm. En dat is wel mijn thuis. Dan pik je wel wat op. Mijn thuis nu. Ja, dat had ik al begrepen. Alright, Steven, merci als technische mens ook weer voor de... Ondanks alles. Ondanks alles. Ja. Nelson, bedankt. Ja. Die bedankt. Uiteraard, Marink. Dankjewel. Jullie bedankt. Misschien tot later. Oh, en jij blijft nog even zitten voor die Patreons. Ja, toch? Zwaai, zwaai. Zwaai, zwaai. Ciao.